P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe, ik ben al van in het begin grote fan van Thailand. En ik ben Evi, ik was nog een kind toen het eiland begon, maar ik werd fan zo gauw ik de serie ontdekte. Dus ik kom met heel veel plezier meebabbelen. Ja, en vandaag gaan we het hebben, eigenlijk nog wat leftover interviews gaan we doen. Hè. We hebben nog verschillende mensen die een kleinere rol hadden, ja. Toch nog allemaal gecontacteerd om een keer te, ook terug te kijken samen met hen. Ja, inderdaad. We hebben een zestal interviews voor jullie klaar. Ja. En we hebben nog een extra redactielid voor deze aflevering. En die zit ook hier. Allee, we zitten bij hem thuis. Dag Rick. Hallo. Hij zit van de Vlaamse Filmpodcast. Je bent al een keer in de Protpot geweest. Maar misschien kunnen we nog een keer kort vertellen wat dat uw podcast is. Ja, mijn podcast dat is de Vlaamse Filmpodcast. En dat is dan het idee om dan het over Vlaamse film en tv te hebben met dan een beetje een productionele inslag over hoe is het gemaakt, wat kwam er allemaal bij kijken. Dus ik probeer nu momenteel regisseurs dan te praten over het hele productieproces van een specifieke film. Ja, ik heb ook zoal in uw laatste afleveringen geraakte hij ook altijd aan oude scripts die nog niet finaal zijn. Ja, dat vind ik ook interessant om over te praten, want je ziet altijd het eindproduct, maar ik vind het ook interessant om te zien van waar is dat nu begonnen. Om dan te zeggen van, we hadden hier het idee om dit te doen, en dan zie je dat dan evolueren met een script en dan zijn er scènes. Maar dan, wat ik ook interessant dan soms vind, is ik heb Terug naar Morgen gedaan en er zit dan één scène toen ik die zag in die film die ik heel pakkend vond. En als ik dan de allereerste script zat, dan zat die scène ook er al in. Dus, en dat is dan om te cool te zien van, dit is ook wel, heeft heel het proces overleefd, om het zo te zien. En maar dan zijn er andere dingen die weggaan, die erbij komen, of dan op een andere manier zien. En dan zie je dat heel hard evolueren. Zowel. Vind ik heel interessant. Ja, dus, ik vind het ook iedere keer boeiend als je die dingen hebt. En nu voor onze aflevering heb je ook wel geholpen om de interviews rond te krijgen. Hè. Ja. En om zo de mensen op te sporen en zo. En kijk, we hebben er toch redelijk wat. Dus, het is een van onze laatste afleveringen, maar toch nog wat boeiende dingen dat we te weten gekomen zijn. Hè. Amai, ja. Inderdaad. Het is ook onze laatste aflevering dat geen puur interview is. Dus misschien kunnen we... en dan zijn we klaar met Thailand. Hè. Ja, dan is het... dan zijn we al aan het einde. Het heeft lang geduurd, maar toch. Ja, voor mij niet zo lang, hè. Voor mij wel. Voor een pak langer. Voor mij heeft het veel langer geduurd dan omdat ik gedacht dat ik er ging mee bezig zijn op het moment dat ik eraan begon. Dus waar... Rick, hij zei ook, als ik het juist heb, toch een beetje vaste luisteraar van ons. Ja. Ik luister wel vast naar elke aflevering dat uitkomt. Ik heb ook, denk ik, een voorkeur voor echt de recap-afleveringen, waarin dat er echt de analyse. Per analyse dan echt scène per scène wordt gedaan, maar ook de interviews ook altijd interessant. Ja, want zo'n aflevering, daar gaan we nu naar luisteren. Hè. Ja, inderdaad. Ik kijk er zo wel ook graag. We hebben toch een beetje een community-achtig iets kunnen krijgen met deze podcast. We hebben de eilandfans nog wat meer samen kunnen brengen, ook fysiek. En ik heb zo overlaatst op Instagram een keer een polletje gedaan om te weten wat de luisteraars het leukste vonden dat we gedaan hebben van de extra's, dat we activiteiten. En uiteindelijk kwam de lentequiz er als populairste uit. Dat had ik ook wel gedacht. Hoewel ik de liveshow zelf heel leuk vond om te doen. Vond ik super. Als we ze allemaal live zouden kunnen opnemen, zou ik fantastisch vinden. Ja, dat zou ik echt heel leuk vinden. Ja, ik vind dat vermoeiend. Ah nee, ik krijg daar energie van. Ja. Hij had zelf gestemd op ons Radio 2 optreden. Ja, omdat ik dat kei leuk vond ook om te doen. Dat was echt top, ja. Ja, dat was wel speciaal. Maar dat was voor de luisteraars niet zo... Die zijn daar niks te weten gekomen wat ze nog niet wisten. Nee. Behalve het nummer, maar dat gingen we anders ook wel uitbrengen. Dus ik denk dat dat gewoon voor ons een hele ervaring was. Ja, daar zag je wel
hoe dat dan werkt als je zoiets opneemt, terwijl er zo heel redactie mensen bezig is. Hè. Ja, ja. Bij ons, ja, nu een klein beetje hebben we hulp gehad, maar over het algemeen zijn wij gewoon zelf de redactie. Hè. Ja. Alles is voorbereid door ons. Door mij toch een goed deel. Ja, ik wou net zeggen, Christophe, zet die pluim maar stevig op uw hoed, hè, want... Ja. En, wat voor mij is het veel plug and play. Over laatst ben ik iemand tegengekomen die mij herkende. En die was fan van de Protpot, maar dus niet van de podcast, maar puur van de Facebookpagina. Dat bestaat dus ook. En die herkent daarvan mijn gezicht. Kijk eens, we zitten in de multiverse. Ja, ik vond dat dubbel. Ik vond dat dubbel, want dat was eigenlijk nooit mijn doel met die Facebookpagina. Mijn bedoeling is wel van een podcast te maken en een Facebookpagina erbij. En onze social media content is misschien iets te uitgebreid geworden. En wordt soms uit de context gehaald. Ja, want jij wilt daar een keer iets over zeggen. Ik wil daar toch even een rechtzetting doen. Er is een filmpje dat we hebben nagespeeld tijdens de roadtrip. En dat is de scène tussen Linda en Guido in het restaurant. En vooral ik, heb daar superveel haat op gekregen, omdat mensen niet door hadden dat dat gespeeld was. Ze dachten, denk ik, dat dat ergens een scène was uit First Dates of zo. I don't know. Ja, ik moet wel toegeven hoe dat ik het dan uiteindelijk... het ziet er een klein beetje zo uit. Zeker als je de audio niet aanzet, als je enkel de subtitles bekijkt. Ja, en dus ik blaf u daar af, Linda gewijs. Ik dacht, ik ga mijn beste acteertalent boven. En dat heb ik blijkbaar iets te goed gedaan. Want om u even een bloemlezing te geven... Oh, heb je ze opgeschreven? Nee, ik heb ze hierbij. Ja, staan, ja. Direct terug vertrekken, man. Die ziet zichzelf nog niet graag. Wat een KUT-wijf. Over miseriewijven gesproken. Hier spendeer ik zelfs geen kopje koffie aan. Dan denk ik, oh jee. Iemand dat... Ja, maar dat is raar dat dat eruit zou gelijk een date. Terwijl ik begin, de scène begint, dat ik Guido quote met te zeggen... je zegt getrouwd, dacht ik. Ja, dus dan denk is ik... dat toch al duidelijk dat geen date inderdaad. Is. Inderdaad. Of... En nogal vreemdgaande date worden. Ja. Iedereen Ja, die gefilmd wordt. Ja. Iemand die een gifje post van een overgevende kat eronder. Dus heb ik maar een rechtzetting gedaan ook eronder telkens. Ja. Maar het was echt, op YouTube was het ook even erg. Dus ik dacht wel, kom aan. Ik hoop dat de mensen... Want die rechtzetting lezen ze dan niet, hè. Allee, daar hebben ze daarna niet meer op gereageerd. Maar ik denk dat het beste gewoon is de comments niet lezen. Ja, ik denk het ook wel. Ik weet ook, dat is niet persoonlijk, hè, want die kennen mij niet en die zien dat mens. Maar ik verschoot daar wel van. Hoe fel dat mensen niet naar de context kijken. Maar goed, kijk. Dus ik heb dan schrik dat ik binnen dit en zoveel jaar ergens terechtkom in een viraal filmpje op TikTok de jaren... Ja, ja, goed, dat is nu al... Dat is nu al helemaal uit de context. Maar zover zal het wel niet komen. Nee, en over YouTube gesproken, we hebben wel nog een leuke opmerking gehad. Ja, voilà. Laten we daarop focussen. Van Hans. Ja. Het was bij de aflevering... het is al lang geleden dat we... Het was bij zichzelf nog met Gert. Dat ik de aflevering Geel analyseerde en daarover had hij iets te vertellen. Ja. Ik vraag me af of de lachscène op het einde een knipoog is naar de beroemde Franse film Le Corneau met Bourville en Louis de Funès in de hoofdrol. Het einde van de film verloopt ongeveer hetzelfde. Na een immens brokkenparcours schieten beide heren op de achterbank in de lach. Ja, dat heb ik je moeten vragen. Dat is een vraag voor Jan Elen. Ik heb nog geen tijd gehad om de scène op te zoeken. Nee. De film is ook niet zo gemakkelijk te vinden. Ik heb wel in een van de drie bibliotheken waar ik lid van ben, daar hebben ze hem, maar hij was uitgeleend. Dus bij deze. Ja, hij staat ook op Internet Archive. Volledig? Denk ik, ja. Ik heb het nu even opgezocht. Er staat een versie. Heel moeilijk te vinden. Ah, ja. Watch me, zeg ik. Ah, ja. Gaan we er nu naar kijken? Ik weet niet. Ik heb hem nu juist even op mijn telefoon. De eindscène. Ja, daar kun je eigenlijk wel vrij gemakkelijk naartoe gaan, natuurlijk. Ja. Sorry, ik ben hier de boel aan het afbreken. Ja. En ook puur zo eindscènes op... Mensen die in een auto zitten en lachen, dat doet mij ook ineens denken aan The Graduate. Zo. Maar dat is in een bus. Dus. Ja. Allee, je hebt zo Dustin Hoffman en de vrouwelijke tegenspeelster, die dan op de haren trouw gaan lopen die weg en dan springen die in een bus en dan zit die op de achterkant en dan begin je zo te lachen. En dat is heel... Oh ja. Wacht, hè. We zijn ondertussen... Dicht bij het einde. Rick is ondertussen... We zien ondertussen twee mannen lopen. Het is inderdaad een oude film. Maar wat jaar is het? Dat staat er niet bij. Maar Louis de Funès sowieso. Ja, we hebben ondertussen hebben het gezien. Ja. Er zitten inderdaad twee mannen op de achterbank van
Ja, en van een auto die op dat moment weggesleept wordt. Ja. En ja, ze zijn zo waarschijnlijk, want het is in het Frans, we hebben het niet voor één detail beluisterd, maar ze zijn zo terug alles aan het recapituleren en een beetje al lachend aan terugkijken op wat er gebeurde. Dus ja, inderdaad, dat doen ze inderdaad ook wel. Alleen is het zo in het eiland meer zo. Die zitten daar echt allemaal even verslagen eerst. Ja. En dan is het ineens uit niks zo wel lachen met de miserie. Ja, ja, ja. Er worden minder woorden gebruikt in het eiland wel. Ja. Ja. Het is ook korter, het einde. Maar dat is ook gewoon omdat... Ja, bij oudere films is dat natuurlijk... Wordt dat altijd wel meer duidelijk gemaakt. Allemaal, dat is, ja, terwijl dat het eiland toch in de overgangsfase zat van dat alles veel flitsender werd. Ja. En daardoor is een van de redenen waarom dat die nu nog altijd veel bekeken wordt, het eiland. Omdat dat toch al in die snellere kutting zit van hetgeen dat we nu nog altijd in zitten. Hè. Inderdaad. En dan voor de trivia time wil ik nog een keer teruggaan naar terugblik op onze vorige aflevering met Robin Broos en Thierry de Vries. En we hebben het dan vooral over Thierry de Vries, dus de geluidsman, postproductie. Trouwens, een gast die bij nu een podcast wel zo passen, denk ik. Had hem gehoord? Ik vond het een heel leuke aflevering. Zo het maken, het opstellen van een scène en alle verschillende elementjes van het geluid. Ik vond dat super cool om te kunnen zien. Ook het feit dat hij dat heel archief nog had. En dat ik vond dat ook enorm. Ik had niet verwacht dat ik het zo boeiend ging vinden. Ik dacht dat gaat met de technisch zijn. Nee, en tot ik daar zat, ik dacht, ja, en toen dacht, oh, dat is wel een sympathieke mens. En hier wordt wel leuk. En toen begon hij te vertellen. En ik dacht, wauw, dat is echt dat is heel boeiend. Ja. Veel boeiender nog dan ik had verwacht dat was. Zeker. En uiteraard heeft er ook geleid dat we off the record nog verder gaan babbelen waren en dat we nog een paar dingen zaten babbelen, dus fangirlen eigenlijk, hè. Ja, ja. En hij heeft nog een paar dingetjes geëxtract die we nu cadeautjes voor jullie ook nog een keer laten horen. Het eerste dat we gevraagd hebben, denk ik, in de aflevering, dat we zeiden, ja, we gaan er nog voor kijken. Dat gaat namelijk over dat nummer van Sky Tiger. Dat was dus... een nummer van Jeroen van Dijk, zijn eigen band. En hij kon in zijn montagefile komt hij nog zoveel seconden ervoor en zoveel seconden erachter, waardoor hij uiteindelijk nog een volledige minuut van dat nummer, zonder extra bruitage erover en zo, heeft kunnen vrijstellen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Dat was Sky Tiger. Ik heb het stukje ook al doorgestuurd naar Jeroen van Dijk, die er wel blij mee was. Dat denk ik ook, en hij zei, ja, het is allemaal, hij herinnerde zich, dat nummer. Dat was demo-versie, dat is nooit afgewerkt geraakt ook. Dat was allemaal hem zelf. Dus alles wat hij hoort, alles heeft hij zelf ingespeeld. Omdat hij thuis, dat hij bij hem thuis zit en als demo opneemt. En dat is nooit een finaal afgewerkt nummer geworden zelf. En ik heb dan maar gezegd tegen hem, in een home studio of wat? Ah ja, dat was moest ik dan wel zeggen. Hè? Inderdaad, daar dacht ik ook al direct aan. Ja. En dan heeft hij nog een paar dingetjes dat ik speciaal gevraagd heb aan Thierry de Vries. Ik wou dat we uiteindelijk in die aflevering niet hebben beluisterd. Ik wou het hondje ook al een keer apart horen. Nu, van seizoen 1 had hij niet meer alle geluiden apart staan. Van seizoen 1 kon hij alleen maar dus de 3 verschillende tracks... terughalen van dus de muziek en de dialogen zijn eruit en daarvan heeft hij een stukje waar dat het kevertje het beste horen is opgestuurd en daar gaan we nu naar luisteren. MUZIEK
Voilà, dat was het keffertje. We hebben er nog een keer apart kunnen van genieten. En nu twee dingen waar de mensen denk ik het meest blij mee gaan zijn. Echt dat waar. We die hebben. Jij echt ook. Waar. Ja, heel blij. Dank u, Thierry. Dikke merci. Ja. Hij heeft namelijk de Sinalco-telefoon vrijgesteld. En ja, dat zullen we dan op een manier wel een keer delen, dat mensen dat als ringtune kunnen dat instellen. Dat ergens kunnen downloaden of zo, want dat is echt wel... Ja. En hij had, dus Thierry had een week of twee voor die aflevering, dus dat we hem hadden, dus hij had daarvoor nog niet van ons gehoord. En hij had blijkbaar in de tussentijd naar een paar afleveringen van ons geluisterd en toevallig ook naar een waarin dat ik beweerde dat de telefoon in seizoen 1 en in seizoen 2 verschillend klinken. Mm-hmm. Dat was hem zelf, vreemd genoeg, niet bijgebleven. En dat is, het zou mij verwonderen, maar ik had gelijk. We hebben ze dus alle twee vrijgesteld. Dus van seizoen 1 heeft hij ergens gevonden waar dat er geen ruis op zat. En van seizoen 2 had hij hem effectief apart nog staan. Dit is de telefoon van seizoen 1. Nog een keer. Voilà, zie. En we gaan zorgen dat mensen dat kunnen instellen als door gsm, hè. Ja, zalig. Hij zegt dat effectief het geluid was van die een telefoon die daar stond. En blijkbaar moet ze dan in seizoen 2 een andere hebben gebruikt. En een andere telefoon moet daar staan hebben, namelijk deze. Dat is hetzelfde, maar gewoon in een andere toonaard. Nee, dat is langer, hè. Kijk, dat is 1. Dat is toch... Nee? Het is hetzelfde. Doe nog eens. Ja? Wissel eens kort achterin af. Huh? Maar nee, het hoort wel dezelfde stijl erin. Want het is veel lager inderdaad. Het is voor mij precies, precies zo gechipmunkt. Vroeger kon je zo je stem, hè? Zo elf in de chip. Ja. Ja, het is meer dan alleen dat. Hè. Zo klinkt het voor mij. Okay. Het heeft iets nerveuzer, het tweede. Ja. Als je zo is dat door de aanwezigheid van Bucky misschien? In de, zou dat bewust gedaan zijn? Nee. Het tweede is zo'n telefoon dat je denkt... Oeh. Maar ik denk ofwel is dat, dat wij ondertussen dat al zo helemaal hebben geïnternaliseerd dat Bucky is, die belt. Hey, maar hij zei ook wel dat het effectief niet bewust was. En dat het gewoon toevallig die een telefoon was dat daar toevallig stond. Ah, ja, voilà, kijk. Die is effectief opgenomen. Dus een van die telefoons moet aangesloten geweest zijn. Dat zijn niet gewoon props geweest. Dat was het voor de trivia time. Ja. We gaan nu naar de eilandismen. Rick, jij moet beginnen. Ja. Een collega van mij die was naar Japan geweest. En die was dan aan het vertellen over dat je daar ook van die heel high-tech toiletten hebt. Die dat dan automatisch aan opwarmen voordat je erop gaat zitten. En dan zei een andere collega van mij... Ja, ik heb graag een warme bril. Dus ik hopsa, een island quote. En ik heb ook nog een van vlees en bloed-isme. Ik denk toch dat het van vlees en bloed was. Dat is ook, het is ook een woestijnvis bij mensen die terugkomen. Herb Gilgems is een quote dat hij zo vraagt van wat is er nou eigenlijk allemaal aan het gebeuren? En ik hoor mezelf die quote wel eens zeggen als er zo op het werk dingen niet echt in orde zijn. Maar ik heb geen idee of mensen dat weten dat dat een verwijzing is naar van vlees en bloed. De echte diehard fans waarschijnlijk wel. Ja, dat was wel een personage met veel quotes. Ja, ja die, doet dat, die speelt dat ongelooflijk goed. Ja. Ja, echt. Oef. Ja. Ja. Oh, ook een heel herkenbaar personage, vind ik. Ja. Misschien voordat we naar Donzen gaan, is het misschien wel leuk. We hebben een eilandisme gestuurd gekregen in een heel boeiende mail. Ik heb de mail in zijn geheel van luisteraar Matthijs. Ga jij die voorlezen? Ja, die zal ik... Er zit ook een eilandisme in. Ja, die zal ik voorlezen. Dag Evie en Christophe. Ik heb jullie potpot nog maar een tweetal weken ontdekt, maar ik ben die nu tijdens de werkuren zo snel mogelijk aan het bingen. Ik heb dus de co-hosts Gert, Eline en Evie in snel tempo achter elkaar horen komen. Even kort een noot van onszelf. Die moet dus supersnel geluisterd hebben, hè? Want ik ben er pas bijgekomen in aflevering iets in de 60 of zo. Dus die moet echt... Zeg het subiet ook waar dat al zit. Ja, goed. Terug naar Matthijs. Ondanks het feit dat ik een groot fan ben van het eiland, kon ik me moeilijk vinden in de langstlopende rubriek Eilandisme. Tot ik vanavond aan het kijken was naar neveneffecten op streams. Op het einde van seizoen 2, aflevering 2, Sint Ink.
Ja. Wordt het personage... Ja, Cent Inc., een bedrijf rond de cent. Ah ja, oké. Wordt het personage van Coen de Porter daar namelijk doorboord met een speelgoedpijltje. Het resultaat is iets fataler dan bij Sammy, maar het deed me er toch onmiddellijk aan denken. In de 72 afleveringen die ik de voorbije 2 weken beluisterd heb, hoorde ik Christophe af en toe nadenken wat hij zou doen na het afwerken van alle afleveringen over het eiland. Er staan nog 10 afleveringen in mijn playlist voor morgen en overmorgen, waar er misschien al meer over onthuld wordt, maar toch kan ik niet wachten om de suggestie te doen om ook de 2 seizoenen van Neveneffecten te analyseren. Ik vind hun tv-debuut zo zalig, net als het eiland met meerdere lagen, meerdere soorten humor, van flauwe woordgrapjes tot echt absurdisme, linken tussen de verschillende afleveringen, een diepgaande analyse zoals jullie die van het eiland hebben gemaakt, zou mij in ieder geval wel smaken. Ik zie en hoor het wel. Keep up the good work. Amai. Ja, zo straf heb ik het nog nooit gehoord. Iemand die zo extreem veel binget. Maar dan moet je dan een keer uitrekenen hoeveel afleveringen per dag dat is. Matthijs, are you okay? Hij zegt het eigenlijk. Er staan nog 10 afleveringen in mijn playlist voor morgen en overmorgen. Ja. Dus 5 per dag. Ja, 5 per dag. En is dat dan... Ik wil hier meer van weten. Ja. Wanneer? Hoezo? Ja, tijdens het werk? Zegt, dat zegt hij erbij. Ja, dat tijdens de werkuren, maar wat voor werk en hoe? En ja. Ik ben zeer geïnteresseerd. Ramenwasser. Of security guard, als je zo heel... Dat kun je mooi zijn. Of je hebt mensen, ik ken mensen die bijvoorbeeld in IT werken en zo, die effectief podcasts luisteren tijdens, die dat kunnen, zo multitasken. Dus, ja, ik niet. Dat doe ik effectief wel. Ja. Ah ja, ik kan dat niet. Hij is ook IT'er. Ja, ik ben ook IT'er, ja. Ja, kijk. Ja. Ja. Zou je dat neveneffecten? Neveneffecten, nou wel. Daarover heb ik natuurlijk speciaal te vertellen dat tijdens het maken van dit eerste seizoen, dat was eigenlijk het moment dat ze nog maar bij Woestijnvis waren. Die productie liep zelf ongeveer gelijk met het 2e seizoen van Het Eiland. Dus zij waren hun concept aan het schrijven op het moment dat Het Eiland gefilmd werd. En ik had toen nog, meer dan nu, wel nog wat contact met mijn ex-klasgenoten Jelle en Jonas. Dus ik heb wel nog... Ik heb nog van hun ook gehoord hoe dat ging en wat ze mee bezig waren. En, als ik het eerste seizoen van Neveneffecten... Dat is ook een beetje raar voor mij om dat te bespreken. Daar zitten gewoon moppen in waar ik bij was als ze ontstonden. Hoe leuk. Maar ja... Dat is toch een unieke ervaring. Dat komt je toch niet veel tegen. Ja, nee, dat kan ik van geen enkele andere serie. Ja, nee, voilà. Seizoen 2 is mij volledig ontgaan. Volgens mij is die maar gemaakt geweest na Willys en Marietten en zo. Want die zijn echt veel... Want daar zit Lize Naert ook al in. Mm-hmm. En ik heb dat 2e seizoen eigenlijk niet echt weten uitkomen, pas veel later. En ik heb ze nog altijd niet allemaal gezien. Ja, ik ook niet. Dat is echt van voor mijn... Het eerste seizoen wel. Daar was ik wel ook naar aan het uitkijken. Ik weet nog, een week voor... Ja, dat was nog een leuke anekdote. Ze deden zo'n try-out van hun eerste zaalshow dat ze met 4 waren. Dus ik heb Neveneffecten ook nog gezien met 2 en ook nog met 3. De try-out van de andere show, die wel gelijk kwam met het tv-programma, op het moment dat ze daarmee gingen beginnen, dat was in een zaal, denk Merelbeke, iets in de buurt van Melle, dat ik ging gaan kijken en dat ik dan Jelle tegenkwam in de gang, daarachter, en dan, hey, zo is dat hier, zijt u, en dan zo, waren we zo aan het babbelen. En hij liep zo de kleedkamer binnen en ik moest meegaan. Gezellig. En het stomme is dat ik het niet meer weet. Ja, Jonas herkende mij ook natuurlijk. Maar van de andere 2 weet ik niet meer wie. Ene zat nog volledig in zijn show en mocht ik niet storen, Lieven of Koen. En een van de 2 was overdreven sociaal, juist. Maar ik weet niet meer wie dat wie was. Welke van de 2. Maar van een van die 2 anderen dus, heb ik toen een poster gekregen. En die heeft dan zo de rest van de jaren in zijn poster van Neveneffect met zo al die personages van het eerste seizoen op. En die hangt dan voor de rest van mijn tijd in het repetitiekot van de bandjes die ik toen heb gehad. Dus dat is zo, als ik Neveneffecten zie, dan denk ik direct aan de repetitiekot en denk ik aan mijn bandje die ik toen had. Maar kijk, dat is fitte persoonlijk. Hè. Dat is maar dat is toch tof? Mensen luisteren naar podcasts voor persoonlijke dingen. Ja. Anders dan luisteren ze wel naar iets anders. Die persoonlijke insteek is juist een troef, zou ik zeggen. Maar je moet dat zelf zien. Een beetje balanceren. Die Neveneffecten dingen hebben wij nog niet overwogen eigenlijk. Ook omdat dat zo iets onder de radar gebleven. Ik heb dat ook eerlijk gezegd niet zoveel mee op dit moment. Niet omdat ik het niet goed vind. Ik heb er gewoon nog lang niet alles van... Alleen nog maar heel weinig van gezien. Het is een beetje...
Ja, het is nog niet echt veel op mijn pad gekomen. Maar het klopt inderdaad. En dat was... Zij waren zeker de Monty Python van die tijd in Vlaanderen. Als je Monty Python vertaalt naar Vlaanderen begin 2000 jaar... Ik heb hier en daar iets gezien, maar niet systematisch alles. En met wel wat tijd. Dus ik denk dat de kern van hun humor is wat Monty Python ook doen. Dus het normale Vlaamse leven, bij Monty Python dan het Britse leven, dat ze observeren, dat dan zoveel mogelijk imiteren en daar dan één of twee elementen volledig omdraaien. Ja. En dan daar iets mee doen. En meestal, zeker dat eerste seizoen was zo documentaire-achtig. Het tweede seizoen was echt een fictieverhaal dan meer. Hè. Ik denk dat ze dat daar dan ook wel deden. Ja, ik heb... Ik zou het eens willen bekijken wel. Ik ben net klaar met Nonkels, dus ik kan daar aan beginnen. Ik heb de scène met het pijltje wel opgezocht, en inderdaad, ja. Het tweede seizoen, is dat daar de Jommeke? Dat is ook met Jommeke, ja. In de Tweede Wereldoorlog? Jommeke, dat heb ik gezien. Dat heb ik wel gezien. Ja. De Tweede Wereldoorlog vond ik ook heel goed. Dat is, ja. Dat zijn zo wat gasten, wat Vlamingen die dan mee gaan doen met die idee, maar dan een beetje... Fout lopen. Het loopt wat fout tijdens een oefening. Dus. Ik weet niet welk seizoen zitten dat ze zo in de winkels zijn. Ja, de oorsprong van de E40 vond ik wel het beste. Ja, en dat winkelcentrum is ook het eerste. Het winkelcentrum, dat zijn diezelfde. Hè? Dat ze archeologie doen op... is dat winkelcentrum dan het tweede? Ja, misschien als die personages een keer laten terugkomen in het tweede seizoen. Ja, misschien. Ik vond het zelf een heel leuke serie. Allee, allebei de seizoenen wel heel goed. Ja. Ook het Itch, het interventieteam voor clichéhandhaving. Ja. Ah, zat dat daarin? Ja. Ah, in mijn hoofd is dat... was dat Willis en Mariette? En dat is ook zo'n beetje vertroebeld geworden. Maar er is een sketch met flikken in Willis en Mariette dat dan ook heel hard Itch lijkt. Dus dat zit heel hard erop. Er is heel veel... Er zit veel tussen, dat je herkent. En over wat we hierachter verder doen. Het staat wel vast dat we een pauze... We hebben een pauze nodig, ja. En ik had gezien dat hij aan aflevering 72 is. Dat is de aflevering waarin we zo een In de Gloria toemaatje doen. Ja, ook wel. Vond ik wel heel leuk om te doen. Alvast. Dus dat is nog altijd een van de grootste kanshebbers. Ja, inderdaad. Dat is een de meest logische eigenlijk, hè. Ja. Want ik heb ooit gedacht van, eigenlijk door Thailand te bespreken, heb ik al zoveel verwezen naar In de Gloria sketchjes, dat ik eigenlijk een beetje beschouw dat de Protpot eigenlijk ook al In de Gloria voldoende besproken heeft. Ja, dat ook al. Maar als ik dan uiteindelijk op zoek ging naar een sketch, alleen voor die aflevering dan, kwam ik er wel achter dat heel veel sketchjes nog totaal onaangeraakt zijn en dat er ook veel over te zeggen is en zo. Dus ja, het is wel... Ja, er ligt daar ook nog wat te bespreken open. Maar dan gaan we naar uw eilandisme, Evi. Ja, ik was ik zag net, want ik had het opgezocht nog, om nog even een media-eilandisme. We gaan hier niet politiek, ik heb het gewoon zien verschijnen. Ik ga mijn mening hierover niet uiten, maar ik had gezien dat Tom van Grieken een foto had gedeeld in de Gloria-isme. Hebben jullie dat gezien? Hij heeft een foto gedeeld. Van twee politici van Groen. Ronnie Ramon. Nee, en daarnaast een foto van de dagtrippers. En hij had gezegd, de geschiedenis herhaalt zichzelf. En ik, die foto, ja. Maar ik denk niet dat... Hij heeft dat niet gedeeld, de realiteit haalt de fictie in. Ja, hij heeft ik weet niet, heeft hij het verder gedeeld? Ik denk niet dat hij dat heeft... Want ik had dat al veel eerder zien passeren door andere mensen. Ook. Ja, ik heb het ook door iemand anders zien passeren, ik had gezien dat... Dat Theo van Groen poseert vrij gelijk de dagtrippers. Ja, het is wel... De gelijkenis is wel... Maar ja, goed, hè, de dagtrippers. Allee, ik was wel fan van de dagtrippers. Maar mijn persoonlijke eilandisme... bij ons op school hebben we onlangs door een aantal collega's die hadden een sessie gegeven in verband met de draagkracht en de stress. Want in het onderwijs is dat natuurlijk een grote... Veerkracht, is niet veerkracht? Nee, het is echt draagkracht. Last, draagkracht, stress, burn-out. En daar zaten ook zo'n aantal links bij dan. En eentje daarvan waren getuigenissen bij. En er was één iemand die zei dat ze
ja, op haar werk in verschillende situaties terecht was gekomen, doordat ze geen nee kon zeggen. Nee. Dus dingen achteraf waar ze zei, ja, ik had daar eigenlijk nee op moeten zeggen. Achteraf denk ik, waarom heb ik geen nee gezegd? En het enige wat ik dan in mijn hoofd zie is Guido. Hè, die zegt, mijn zus. Die een boek daarover toch niet, dat is, die staat op de tweede plaats. Ja. Die staat op de tweede plaats. Guido, hè, die zegt van, zegt dan toch nee, Guido. Guido. Ja. Ja. Ja, vond ik wel... vond ik wel zeer... Ja, was een ja. uitgebreid eilandisme. Ja. Ja, ik heb er, het is nu even geleden, ik heb er wel een paar. Maar ik ga ook er eentje uit de media eerst doen. Maar ik moet er wel een disclaimer bij doen. Af en toe kijk ik met mijn vrouw en mijn dochter naar Liefde voor Muziek. Waarom is dat een disclaimer? Ja. Wel, maar ik wil daar wel iets over aan u vragen ook. Oh, aan mij? Ja, ik vind dat voor mij... Ik kijk daarnaar omdat dat het hoogtepunt is van cringiness. Je kunt je niet plaatsvervangend slechter voelen dan naar dat te kijken. Waarom? Kijk, zie dit? Maar jij zou daar totaal geen probleem mee hebben. Jij zou kunnen in zo'n zetel zitten tussen die mensen. Dus... Gewoon als ze daar één iemand tussen zetten die dan ook mag reageren, maar die niet moet zingen. Jij zou dat kunnen. Ik zie dat zo... Ik zou wel willen zingen, eerlijk gezegd. Ja, ook nog, ja. Ja, maar wat precies daaraan? Maar okay. Het feit dat je artiesten hebt die liedjes van elkaar coveren, dat vind ik boeiend zelf. Het feit dat dat covers zijn en dat je je afvraagt wat gaan ze daarmee doen... Het zijn nu allemaal genres waar ik totaal niet naar luister, dan maakt het al wat minder boeiend. Maar alles er rond bij dat programma, dat toekomen bij die Vlila, dat BV's die elkaar tegen elkaar aan babbelen zijn, gelijk dat natuurlijk is, maar je weet dat dat niet natuurlijk is. Zo, de sfeer, de kunstmatige sfeer van die mensen die elkaar zogezegd wijs vinden. Het feit dat ze die liedjes ook gewoon niet... Dat je ook niet mocht zeggen wat je er niet goed aan vindt. Het feit dat ze daar dan zo ook gewoon zitten in een zetel, terwijl er daar zo'n optreden bezig is en niet goed weet met al de handen en al de benen wat doen. En dan zo maar wat onhandig gaan rechtstaan en zo. Maar dat denk ik. Maar waarschijnlijk staan die daar wel op hun gemak. Ja, ik denk ook wel dat ze een beetje kijken van wie zetten ze bij elkaar. Denk ik. Ik denk dat ze dat op voorhand wel bij stilstaan een beetje. Wie zetten we bijeen? Denk je vind je dat zo fake, die sfeer daar? Er zijn andere programma's, ik kan nu niet direct dit opnoemen, maar ik heb dat bij andere dingen al meer gehad, dat ik denk van, oeh, dit is zo... Het is mij daar niet opgevallen, of zo. Plus, dat is ook anders, denk ik. Ja, die coveren liedjes van elkaar, in die setting is dat je verwacht je daaraan. Hè. Je moet dan de dag erna hetzelfde doen voor iemand anders. Dus dat vind ik niet per se awkward. Wat ik wel awkward vind, is dat bijvoorbeeld in The Voice iemand zo een nummer zingt van een van de coaches. Dat vind ik iets anders. Dat vind ik cringier. Dat vind ik erger. Omdat dat niet op voorhand geweten is of zo. Dat heeft ook een heel hard... Ik wil één bepaalde persoon impressen of zo. En dat vind ik een beetje cringy. Veel meer cringy. Ja, ongemakkelijk. Ja. Ongemakkelijk, ja. Maar ik heb geen persoonlijke... Ja, ik voel mij altijd zo het moment dat er dan zo enig gaat staan en zo half staan dansen en dat de rest dan twijfelt, ja, wat is er nu het best? Ja, maar weet je, dat zijn dan, ook niet zomaar, dat zijn allemaal... Dan heb je zo staan, er zijn twee, links en rechts van u staat er zo een recht al te dansen en dan weet je niet goed, wat moet ik hier nu... Ah, ik vind dat ze ter plekke zo lastig. En dan, in ieder geval staan er zelf camera's op, hè. Dan wordt zelf gedocumenteerd hoe dat er reageert. Maar ja, dat zijn die wel een beetje gewoon, denk ik. Dat is... Allee. Oh, man, nee, ah, dat is zo... Maar ja, dus ik zou dat moeilijker vinden, dat bijvoorbeeld K3 zijnde. Als je daar, dan denk ik, zitten die daar als zijnde Hanne, Marten, Julia? Of zitten die daar als zijnde Hanne van K3, Marten van K3 en Julia van K3? En moeten die ook zo... Weet je, dat vind ik iets anders. Moeten die daar een rolletje spelen nog? Ja of nee, dat vind ik een ander verhaal. Die grens is dunner. Ook, maar bij K3 hebben ze toch... In vergelijking met 10 jaar geleden al er duidelijk voor gekozen dat ze al iets meer persoonlijkheid mogen hebben buiten. Ja, toch. Maar toch heb ik nog wel heel hard zo het... Ja. Dus je hebt ook dit seizoen gekeken, want nu zit ze stukjes erin. Stukjes gekeken, ja. Niet alles gezien. Ja, Julia kaapt wel iedere keer. Want ik ben in mijn hoofd ook altijd bezig met zo'n beetje een bingo. Zij is altijd degene die wegkaapt om te zeggen dat ze kippenvel heeft. Het moet altijd iemand zijn dat de kippenvel heeft. En dat is bijna altijd zij. Dat is zowel, ja. Je analyseert het echt bijna als een eilandaflevering.
En dus zo zelf, nu zat ik over laatst, ik zat zo te kijken, gisteren was het nog, maar mijn Nederlandisme komt nog zo gasten. Ik zat zo te kijken naar Koen Wouters die tegen Jasper Stevelink zei, ja, dat niet alleen een goede muzikant is, maar ook een goede mens. Ja, gaan we er nog een beetje over gaan, zo. Ja, ik ga beginnen. Ik heb dat nog nooit gezien en ik heb absoluut geen idee waar het over gaat. En zijn ze op te kijken, hè? Nee, zeker niet. Ja, dat snap ik. Dat maar ik dacht dat hij in een studio was, maar die komen dan ook in een huis aan? Of, Maar het wordt daar zo van alles rondgemaakt, dat we niet goed weten of het echt is of niet. Dat is dan zo het huis, maar dan met meerdere mensen samen. Eigenlijk een beetje komt het op neer. Ja. En dan, maar elke aflevering staat er één artiest centraal en de andere artiesten coveren nummers van die ene artiest. Ja. En in plaats van dat je het traject ziet van hoe dat nummer tot stand is gekomen, wat ik boeiend zou vinden, krijg je zo wat shots ertussen dat ze aan het barbecuen zijn en dat ze zo aan het, ik weet niet wat, dat ze zo... aan het frisbeen zijn of zo, in zo'n veld. En dat ze dan voor de camera gaan zeggen hoe chic dat ze elkaar vinden. Ja, maar dan zou het, als het zou zijn, gelijk je nu zegt, en dat heel proces, dan wordt het veel meer een niche-programma. En je zit op een commerciële zender. Dat kunnen ze niet doen, hè. Je moet een groot publiek aanspreken. Ik moet wel zeggen dat ik wel ene keer op YouTube iets had gevonden en dat waren dan allemaal punkrockartiesten die zo rond de kampvuur zaten, nummers van elkaar te spelen. Ik ga de namen noemen voor de vijf mensen die dat kennen. Dus het waren allemaal covers van NoFX en Fat Mike. En degene die daar onder andere rond zaten, waren Chuck Robertson van Mad Caddies en Russ Rankin van Good Riddance en Frank Turner zat erbij. En Pijsdien en Tim van Rise Against. En ja, dat is, voor mij was dat dan... Daar heb ik dus wel zitten naar kijken, dat was even slijmerig. Dus misschien heeft het ook wel met genre te maken. Maar nu komt het eilandisme eigenlijk, want dit jaar zit Reggie daar ook bij en die doet altijd iets speciaals. Allee, dat is een ander genre natuurlijk. Mm-hmm. Die maakt eigenlijk gewoon altijd house-nummers van die... En hits, hè. Die heeft er ook al twee of drie hits uitgehaald uit liedermuziek uit de vorige seizoen. Oh, dat wist ik niet. En nu had hij zo'n nummer, het is eigenlijk een Gloriaisme, sorry. Hij had zo'n nummer waarin dat hij de ontploffing Espresso lang had uitgesteld tot het einde. Maar hij vermeldde dat wel zelf. En dat vond ik dan toch zo van, allee. En hij verwees naar In de Gloria. Hij verwees zelf naar In de Gloria? Ja, hij zei zo, ja, hij kunt hem beter quoten, want hij spreekt Limburgs. Maar hij zei zo, ja, ik heb Espresso gewacht met... Ik zei het nu in het Gens. Ik heb Espresso gewacht met de ontploffing tot het einde om Ulder zo'n beetje op Ulder ongemak te maken. Ja, Ulder zal allemaal niet gezegd hebben. Om jullie. Ik heb expres gewacht met de ontploffing om u op uw gemak te stellen. Nee, juist niet. Om u niet om u op uw ongemak te zetten. Ze zaten daar allemaal in die zetel te wachten op je als ik kon rechtspringen. En ze bleven daar maar zitten. Ja, kijk. Ja, maar en nu heb ik nog wel een paar leuke eilandismes ook. Ja, eilandismen, sorry. De interviews komen eraan, ze mensen. Merken jullie dat we moe worden? Op ons werk was er zo een van een andere afdeling een keer in de dag bij ons aan het werken. En over de middag, dat is zo'n beetje een restant nog altijd van corona, dat wij zo wat meer persoonlijke ruimte willen en dat wij aan tafel plaatsen tussen laten. We hebben zo lange tafel waar we eten over de middag en wij kruipen niet in een hoekje samen. Ik vind dat sowieso wel een leuke... leuk als je moet eten met iemand die zo echt... Super ja, dus die andere, van die andere filiaal kwam ze toe en zag dat wij zo gelijk vrij bemeten plaatsen hadden. En hij vroeg, is dat hier mijn vaste plaatsen? Wij hadden iemand die ooit in de leraarskamer een vaste plaats geclaimd had. Echt. Hmm. Die echt langs u kwam staan en... echt? Een plaats. Ja, echt waar. Echt, ze is op pensioen ondertussen. Haar gat stond erin. Nog net niet letterlijk, maar nog altijd. Dat is zo haar stoel, die is al een paar jaar weg. Die is al... die stoel is dan nog. En zit er dan iemand nog, op die stoel? Maar daar zit niemand meer op. Jawel. Er durft nog niemand dat te doen. Ja. Jawel, maar het heeft toch niet direct. Dat heeft even geduurd. Ja. Want dat is niet mijn vaste plaats. Hè. Iedereen zit een beetje... Nu, je merkt wel dat je uiteindelijk zo'n beetje een vaste structuur krijgt. Maar ja. Die werkte daar al lang genoeg en die dacht, kom, ik kan gewoon... Echt waar? Ik zit daar graag, ik ga er altijd zitten. Ja. Het is de moeite waard om en het was echt ook geen goede plaats of zo. Hè? Maar, niet dat je denkt, het was echt zo gewoon heel random. Dat ik denk, ja,
Als je dan denkt, als ik een vaste plaats zou kiezen, zou ik niet die kiezen. Maar goed, ja, kijk. Of misschien was het een restant van vroeger, toen dat die begon. Dan had iedereen echt een vaste plaats. En dat was haar plaats toen dat ze begon. Dat is de hele tijd een plaats geweest. Ja. Wie weet. Zolang zit ik er nog niet. Dus. Ik heb nog een leuke uit de media. Het is nu al van Thailand. Het is Nederlandisme die in de mol zat. We hebben naar de mol gekeken, want we nemen dit hier nu op. Vlak nadat de mol is uitgekomen. Nee? Al twee niet gekeken? Ja, ik heb stukken gezien, maar niet. Ja, het is het eerste jaar dat ik me alles gevolgd heb. Oké, dus de laatste aflevering is met drie kandidaten, waarvan dat er dan één in de mol is, één de winnaar en dan één verliezend finalist. En, die heb ik gezien, de laatste. Ze hadden zo'n gesprek, niet veel, voordat dat, hadden ze zo'n etentje. En zo één daarvan vertelt dan zo dat de mol hem echt goed heeft gedaan, dat hij een beter zelfbeeld nu heeft en zo. Maar dat bleek dan de verliezend finalist te zijn. En dan dacht ik, oké, je hebt een mol, die heeft altijd gewonnen. Je hebt een winnaar, die is gewonnen. En dan de dienen, had toch ook gewonnen, hè, want hij heeft een beter zelfbeeld. Dus dan dacht ik, nolleke gewijs, iedereen heeft een beetje gewonnen. En dan, ja, nu heb ik wel de beste nog. En dan kunnen we beginnen aan de interviews. Hè. De dienen is echt, denk dat Jan Elen zelf gaat denken van, allee, ik heb... Dat hij niet had geweten dat hij zoiets kon voorspellen, dat dat echt ging gebeuren. Dus ja, ik ga het korte verhaal vertellen, want het is met een hele aanloop en al, maar ik moet heel die context niet geven. Maar op een gegeven moment kom ik toe op het werk en op die dag was onze vrouwelijke dan Hanselbanks ging komen. Was er eigenlijk al van de dag ervoor, maar die dag ging ze daar ook zijn. En er stond effectief iemand een mega groot whiteboard vol te tekenen met een idee. In de hoop dat ze in de loop van die dag ging passeren en dat hij het ging kunnen uitleggen. En dat was echt... Oké, er is veel meer context bij, die ik nu niet ga geven, maar dat is echt gebeurd. Dat is inderdaad en, heel erg... En voor, ja, het is niet komen kijken, by the way. En ik kwam vrij vroeg en hij was daar al, dus en dat was niet van zijn gewoon, dus hij was echt vroeger dan gewoon daarvoor op kantoor... Omdat hij niet geslapen had, dat hij dat idee anders niet ging kunnen pitchen bij de grote baas. Dat is toch heel een week naar de potten, als je dat... Ja. En uiteindelijk is Hasselbanks niet komen kijken. Het is er niet van gekomen. Och, arm. En dat schema staat er. En het stond echt ook zo... Hij had ook direct een foto ervan genomen en op meerdere manieren met post-itjes en al ook duidelijk gemaakt dat niemand dat mocht afvegen. Dat is ook wel niet gebeurd. Dus zo eilandgewijs was het niet. Maar voor de mensen die denken, wat is de verwijzing met het eiland? Dus Michel doet dat ook een keer. Hij zette zo een witbordschema en hij staat dan te wachten op Bucky om binnen te komen. Dat is superlang. Eerst met een pet op, dan zonder pet op. Hè. En hij mag het dan af. Ik denk ook nog altijd een klein beetje naar Michel. Hoor. Elke keer als ik mijn pijlen op het bord, dan ik schrijf elke dag op zo'n whiteboard. Hè. Elke keer als ik zo... Er is één les elk jaar die terugkomt en dat is zoiets met veel pijlen, zo verwijzingen en zo. Ah, ja, ja, ja. En elke keer als ik daar aan die les kom en ik begin mijn pijlen te trekken, dan denk ik aan het winnen. Ah, het was ook met veel pijlen, ja, maar het was niet zo slordig. Oké, het is dan tijd om ons te focussen op de interviews die we allemaal... Ja, waarvoor jullie hier zijn, hebben aan het luisteren zijn. Dus die mensen zitten hier niet. We gaan luisteren naar interviews die we al gedaan hebben. En we gaan de interviews ook niet integraal doen. We gaan montagekes laten horen. Dus dat boeit. Nee, we denken dat over deze formule wel boeiender is. Ja, we hebben 5 personages en 1... Ja, hoe moet je dat noemen? Vader van een personage. Ja. En dan hebben we nog een paar kleine dingetjes. Ja. We gaan beginnen bij... Ja, misschien ook wel belangrijk om te zeggen dat we iedereen dezelfde 3 vragen hebben gesteld. Ja. En dat ze daar eigenlijk in één in doorlopende tekst beantwoorden. Dus als het zo lijkt alsof ze antwoorden op een vraag die niet gesteld wordt, dan is dat ook zo. De vraag die we gesteld hebben is, hoe is Jan Elen bij jou terechtgekomen? Hoe kijk je terug op de rol? En of dat we nog kunnen uitkijken naar iets waar dat de acteurs nu mee bezig zijn. Dus dat zijn de dingen die ze gaan vertellen. Ja, en hier komt dan de eerste die we nog te stekken hebben gekregen. Ja. Dat gaat over Willy Thomas. Willy Thomas speelt Ludo. Van de Vogelclub. Ja. Willen we daar nog iets over zeggen voor? Ja, nee, ik denk dat alles wel, eerst wel een beetje duidelijk ja, inderdaad. Komt. Die heeft eigenlijk gewoon 1 scène vooral. Denk ik. Als Sammy hem belt om te zeggen dat hij
Ik ben even de naam van de vogel vergeten. De groene bosklapper. Ja, heeft gezien. Ja. Ja, en hij heeft toch ook wel een hele... Ja. Een quote. Hij heeft een quote, echt daar heeft hij het zelf over. Maar daar heeft hij het zelf over, ja. Ik heb daar al lang over nagedacht en ik zou het bij God niet weten. ik heb eigenlijk totaal geen idee. Ik was wel heel blij met de vraag van Jan Eele. Ja, ik denk dat de mensen die meespeelden, daar waren er wel een aantal bij die ik goed kende. Dus misschien is via hen mijn naam daar gevallen. Maar ik was totaal verrast en blij. Maar ik weet echt niet waar of hoe de link gelegd is. Ik denk dat, dat het een fijne dag was. Het was een fijne ontmoeting, ook met Jan. En we hebben daar ook goed gelachen. Die vogelbescherming, dat is volgens mij ergens in Assen. Maar ik weet niet of we daar die opnames hebben gedaan. Dus mijn geheugen laat mij wat dat betreft volledig in de steek. Wel, ik zag natuurlijk het fragment dat je mij hebt doorgestuurd nog eens volledig terug. ik moest er heel hard mee lachen, maar natuurlijk ook. Als speler kijk je altijd nogal streng naar jezelf en denk je, ik had daar toch wat betere dingen in kunnen doen. Maar dat is een typische spelersreflex, denk ik. Maar wat mij verbaasde achteraf en soms nog, mensen die dat Seineke wel hebben gezien, mensen die mij kennen of die ik minder goed ken en die het leugenaartje eruit halen. En dat is blijkbaar iets wat nog altijd wel hier en daar de ronde doet. Dat heeft op een of andere manier een klein vonkje gegeven, waardoor dat sommige mensen dat nog altijd als een soort van ding blijven gebruiken. Jan heeft mij ook nog gevraagd voor de ronde. Ook een kleine rol als boze buurman. En daarna nog een kleine rol die eigenlijk ook wel heel fijn was in Callboys. Waar ik een camionchauffeur met een geamputeerde voet speel. Dat waren toch telkens heel fijne ontmoetingen. Ik ben ook wel fan van wat Jan doet of zo. Ik vind hem... in het humoristische genre, eigenlijk een meester. Hij doet dat heel goed en hij kan heel, heel goed met de baldadigheid van spelers om. En juist in dat baldadige, ook in al zijn reeksen, denk ik, zit er een soort van twist van de werkelijkheid die heel aantrekkelijk is, omdat ze uit het kader stapt van de bekende paden. Wat de humor betreft. Dus ik vind, daar hou ik heel erg van. Dat zijn, mensen zoals Jan zijn mensen die toch ergens achter het hoekje kijken en dingen kunnen teweegbrengen waar anderen minder rap zullen aan denken of zo. Ik denk wel dat hij weet heel goed wat hij wil, maar hij kan daarvoor echt de mensen heel erg loslaten. En het is waar je de speler loslaat dat er dingen gebeuren die je bijna als maker ook niet kan bedenken of zo. Hè. En dan krijg je cadeaus, maar hij weet wel perfect wat hij daarmee moet doen. Dat is zeker zo. Maar hij zoekt wel dingen op die niet voor de hand liggen, denk ik. Voorlopig, mijn schermverhaal staat een beetje op non-actief nu. Het laatste wat ik gedaan heb, was in die diamantreeks. Een politieagent ook een kleine rol. Nu is er niks in het verschiet, behalve dat ik hier als artistieke leiding van het Theater Arsenaal mij ga terugtrekken en op pensioen ga. Maar dat betekent niet dat ik niet meer ga spelen. Ik ga vooral nu tijd kunnen maken om na te denken wat ik nog wil. En dat spelen is er zeker één van, maar zeker geen... Ik ben niet hongerig, ik heb geen speeldrang om mijn dagen daarmee te vullen. Ik wil meer tijd ook voor mezelf terug te kunnen verdiepen enzovoort, omdat zo'n artistiek leiderschap is veel eisend en je wordt een beetje geleefd in plaats van dat je zelf leeft.
Graag gedaan, maar het is tijd voor rust en nieuw terug spelen. Daarin ben ik wel aan een grote voorbereiding bezig, eigenlijk van iets immens. Weer al toch met Toneelhuis, op vraag van Stijn van Opstal. Zijn ploeg, wij gaan een voorstelling maken, De Meeuw van Tsjechov, met een gemengde cast van horenden en dove mensen. Sinds september zit ik op de universiteit om de Vlaamse gebarentaal te leren. En in de plaats van een rustig laatste jaar is het dus een verschrikkelijk druk en zwaar laatste jaar geworden, want die studies zijn echt wel, dat is niet min. En we hebben net het eerste bedrijf gekregen waarbij je nu in de plaats van een tekst een film krijgt, waarbij gebarentolken onze tekst voordoen. En daaronder staat dan welke gebaren zij precies doen, zodanig dat we als spelers perfect kunnen invullen en die tekst op die manier leren. Maar dat is, ik ben nu bezig, ik hoop tegen augustus klaar te zijn met de tekst. Kennis. En van augustus tot november wordt er dan gerepeteerd. Dus het is een heel intens proces. Maar ik hou ook van dat soort dingen. En voilà. Ik ben sowieso als mens altijd een theatermaker altijd bezig geweest met het inclusieve verhaal op alle vlakken. Dus ik voel me hier heel gezegend mee dat ik daar mag aan deelnemen. En het is ook een mooie overgang van mijn min of meer minder spelende periode naar een nieuwe mogelijkheid als ik op pensioen ben. Ja. Voilà, dat was vrij uitgebreid. Ja, heel uitgebreid. Ja, ook toch, ondanks dat hij zei dat hij zich niet veel herinnerde, kon hij toch vrij veel vertellen over hoe dat Jan Elen te werk gaat met mm-hmm. de acteurs. Ja, is hij voor jullie het gekend? Als Ludo natuurlijk. Ja, leugenaartje. Ja, uiteraard. Zijn een quote, hè. Uiteraard. Maar zijn grootste rol eigenlijk, dat ik me herinner, zat in De Dag. Daar is hij die onderhandelaar in dat busje. Juist. Ja, dat is eigenlijk zijn grootste tv-rol, denk ik. En dan zijn tweede grootste dat ik toch gezien heb, is in Met Man en Macht, is hij een van die twee van Groen. Oh, daar herinner ik die zo, me. Ja. In Vlaamse Velden weet ik ook niet wat hij daar gespeeld heeft. Dat heb jij gevonden, hè? Dat was zo'n iets grotere rol. Maar je ziet dat soms met acteurs die dan minder focussen op tv-werk, dat die dan zo eens een keer in de witse en eens een keer. En ik denk dat Vlaamse Velden dat hij dan wel een paar afleveringen terugkomt. Waarschijnlijk toch ook weer een autoriteit. Hij speelt uit een beetje een autoritaire figuur. Hè? Figuren die zo meer macht willen dan ze hebben, zo. Ja, want in de Cowboys, die scène heb ik nog opgezocht, is het een truckchauffeur die de dildo's levert. Ah, juist, ja. En Jay Vleugels wil dan zo op die klep van die vrachtwagen klimmen en dat is absoluut geen... Ja, ja. Dat kan niet. En uiteindelijk toont hij zijn een geamputeerde voet of zo, om te tonen wat er gebeurt als je niet aan die regels uit. Alright, Willy Thomas. Ja. Ik wist dan niet dat hij theaterdirecteur was, eigenlijk. Allee, artistiek leider van... Het Arsenaal. Ja, ja, hij heeft wel veel gedaan, gelijk. En hij gaat nu misschien meer spelen. Ja, wat mijn vermoeden is... want bij Damiaan de Schrijver, hij speelt daar veel mee samen, nu ook nog, in theaterstukken. En Damiaan de Schrijver stond effectief op het bladje dat we gevonden hebben dat Jan Elen die eigenlijk eerst wou voor Ludo. Dus ik vermoed dat Damiaan de Schrijver zelf zal doorverwezen hebben. Dat is mijn zou vermoeden. Kunnen. Ah ja, en dat is trouwens wel nog een beetje dat ik nog nooit in een podcast heb gezegd dat Damiaan de Schrijver ook bijna Michel was. Ah. Zo, en hoe weet je dat? Dat was dat artikel waar dat wij ook in komen van de Gazet van Antwerpen. Ja, dus tussen Lucas van Nijnde en Dirk van Dijk wordt dan weer aan de schrijver gevraagd die kon. Aha. Dus die was een van de opties. Ja.
Oké, we gaan door naar de volgende. Ja, naar Els Olaerts, voor ons beter gekend als Marian. De Gijvriehoek in de Achterdun, hè? Blijkbaar, ja, inderdaad. In de Delijs, in waar was het weer? Ja, Sterrebeek. Sterrebeek, Delijs van Sterrebeek. Daar heeft Evie een mooie Marian neergezet. Ja, mijn beste Marian bovengehaald. Ja. Dag, Squasherke. zij zit in de afleveringen Een moeilijke start en Geel. We zeiden het daar straks al, off the record, dat verbazingwekkend is dat zij maar in 2 afleveringen zit, hè? Ja, ze zegt het ook in het interview zelf. Ja, inderdaad. Dus ja, de schermtijd die Marianne heeft ten opzichte van de aanwezigheid van het personage zelf. Ja, inderdaad. Dat is raar, hè? Ja. Omdat het zo te voelen dat Marianne wel aanwezig... Want op een moment, Guido is een paar keer naar Marianne aan het bouwen, dat is een easy talk, hè? Ja, dat is waar. Voor mijn gevoel zit hij in bijna elke aflevering, maar inderdaad. Ja? Ja, ik weet eigenlijk niet hoe Jan Helen bij mij is terechtgekomen. Hij heeft mij dat ook niet gezegd. Ik deed toen wel al wat voor tv. Witse, denk ik. Misschien daardoor, ik weet het niet. Ja, dat is gewoon leuk natuurlijk als je in zo'n serie staat. Met ook een hoop goede acteurs, gelijk Frank of Dirk van Dijk. Ja, dat is plezant natuurlijk. Hè. Dus ik weet dat ik dat toen... tegelijkertijd ook moet ik het zeggen, zowel zenuwachtig was. Jan Helen had toen al wel een naam. Dat was toen wel iemand die waar je graag je best voor deed. En ik was vooral heel zenuwachtig, denk ik. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dat weet ik nog wel, dat ik dat jammer vond. Dat zo'n klein rolletje was. Maar het is altijd moeilijk. Hè. Dat is, als je een klein rolletje hebt, dat is altijd heel moeilijk om daar iets van te maken. Ik vond dat wel jammer toen dat zo'n klein rolletje was. Maar we hadden ook niet te kiezen. Jan Hele gaf de rollen en dat was het. Ik was wel blij dat ik ergens mocht meedoen, maar dat was het dan ook. Hè. Ik doe mee in een nieuwe reeks... geschreven door Pedro Elias en zijn vrouw Evelien, geregisseerd door Jonas Geijnaert. Dus dat wordt nu gedraaid, dus dat zal dan How to Kill Your Sister heet dat. Ik heb nog wel casting gedaan voor een aantal dingen, maar daar weet ik nog niks van, dus daar kan ik ook niks over zeggen. Verder heel weinig werk. Het gaat niet zo goed in de sector. Ik ben ook al een beetje ouder. Dus rollen voor oudere vrouwen liggen niet voor het grijpen. De rechter in de 12 en dan J'aime la vie. Maar dat zijn ook dingen die al 2 jaar, bijna 3 jaar geleden zijn opgenomen. Ik zou graag veel meer werken, maar ja. Ze moeten nu willen, hè. Dat is het lot van iedere acteur. Je moet wachten tot je het krijgt aangeboden. Hè? Wanneer we zeggen, ik kijk zeker niet neer op kleine rollen, want ik denk dat ik er vrij veel gedaan heb. Kleine rollen, het is ook altijd een uitdaging om daar iets van te maken. Maar je hoort zo niet bij de groep. Dat is zo, dat voel ik ook wel. Dat is het dubbele eraan. Natuurlijk, geamuseerde. Dat is ook een hele toffe groep. Hè? Met toffe mensen allemaal. En die zijn allemaal om het absurd natuurlijk. Dus tuurlijk amuseerde wel. Ja, het is zeker niet van, ik sta hier tegen mijn goesting. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit tegen mijn goesting, denk ik, op een set gestaan, hoor. Nog nooit. Dat is je vak en je doet dat graag. En dat is je passie, hè. Dus elke aanleiding om te spelen is goed, vind ik. Ik amuseer mij altijd wel. Maar het is er zo het echte bijhoren, dat is iets anders, hè. Ja, nogthans, dat is wel een beetje minder positief af en toe. maar niet over de ervaring op het eiland. Maar ik denk dat ik begrijp dat wel. En als je een beetje naar het medialandschap kijkt, is dat natuurlijk ook wel zo dat... En ik wil hier niet als enige vrouw tussen mijn twee mannen hier de feministische kaart trekken. Maar het is wel zo dat bij vrouwen precies meer is dat als je een bepaalde leeftijd hebt, dat het moeilijker wordt. Ja, tussenfases. Dan zijn ze tussenfases als even weg zijn. Als je tussen de mama en de oma zit bijvoorbeeld, ja.
Of tussen het leuke, knappe meisje van de buren en de moederrol. Die tussenleeftijden zijn... En zelfs ook gewoon het feit dat je dan... Dat ze je enkel maar zien voor Inderdaad. De mama-rollen. Ja, dat klopt. Dat is ook al het ding op zichzelf. Ja, dus dat klopt. Het is niet dat de mensen staan te springen om eens... Een serie te schrijven die dan helemaal rond aan een vrouw van boven de 40 is, denk ik. Ja, dat is niet helemaal juist. Nee. Helemaal niet juist. Ze komt ook niet terug, dat... Jan Eel, zijn andere series. Ze komt niet in de Ronde en in de Cowboys terug. Nee. Nochtans heeft ze wel best wat legendarische dingen gedaan. Voor mij is ze sowieso onsterfelijk als de mama van Blinker. Ja, en... Voor mij, ja, als mijn allereerste theaterervaring als kind, ik zat helemaal bovenaan in het NTG, dat ze als Peter Pan uit het plafond kwam gevallen aan het touw. Ja, dat heb ik toch maar gezien, dus daarin is ze ook legendarisch. Ja, en Witse vind ik, is hij ook... Is zij daar zijn vrouw of zijn assistent? Zijn vriendin. Zijn lief, ja. Af en aan. De love interest. Die heel goed om kan met zijn grillen. En Witse is niet de meest gemakkelijke mens. En zij die daar ook wel heel goed... Ook een beetje een Marianne-type eigenlijk wel, maar iets zachter. Ja. De indruk. Wel, ja. In de 12 is het wel grappig dat de eerste seizoen is de rechter Sonja en in het tweede seizoen is het Marianne. Kijk eens aan, dus die vrouwen die hebben het goed gedaan. Sandra. Sandra. of ding is, nu is ze Isabel. Isabel. Ja, wel goed. Ja, geen wonder dat die vrouwen zo, hè? Die mannen zitten best in elk op de administratie en terwijl zijn zij. Hier het juridische systeem aan het recht houden. Ja. ja. Terwijl het hun mannen daar grappen en grollen zitten uit te halen op de werkvloer. Ja. Ja, leuk. Ja, we kunnen doorgaan naar de volgende. Ah, nee, Recht op Recht, dat moet ik ook wel nog vermelden. In een aflevering van Recht op Recht is Marianne en Guido een koppel. Oh, kijk. Ja. Allee, een vechtscheidingkoppel. Maar, ze zijn niet echt een koppel, maar ze zijn twee ouders van een kind die ruzie maken over de voogdij. En wie wordt vertegenwoordigd door het hoofdpersonage in Recht op Recht? Weet je dat nog? Of? Ja, ik weet het verhaal. Ah ja. Maar is dan Els Ollaerts die dan wordt... Frank Fokketijn wordt vertegenwoordigd door, hoe noem ze? Die actrice? Dat is Veerle Dobbelaar, hè? Veerle Dobbelaar, ja. Het personage in Recht op Recht zou ik niet weten. Ja. Dat is geleden. Ik moet niet heel dat verhaal vertellen. Ja. Hè. We gaan door naar de volgende. Dat is geen acteur. Nee, inderdaad. Het is een beetje de papa van een van de personages. De geestelijke vader of de... Praktisch. Ja, de fabrikant eigenlijk. Fabrikant van een van onze personages. We hebben Jan Maillard kunnen spreken. Ja. De Vlaamse Jim Henson, laten we maar zeggen. Dat is een heel schone titel. Ja, echt waar? Dat klopt wel. Ja. We kunnen hem zo noemen. Hè. Ja, dus zeker. De maker van onder andere Liegebeest en Boomba. Ja, Liegebeest, dat is eigenlijk, die heeft heel veel van mijn jeugd vormgegeven. Ja. En hij heeft dus ook Leslie gemaakt. Hè. Ja. En daar hebben we ook mee gesproken. Ik kende Jan al heel lang. En ik denk de eerste dat wij samen gedaan hebben, dat was hij bezig was met Mark Outer over een programma aan te maken over wielrennen. En die hadden in een decorje zo allemaal coureurken staan. En ik heb daar karikatuurkopjes van gemaakt. Dus iedere keer als het over andere coureurs ging, dan moest ik die mannen hun kopjes maken en die werden dan op die wielrennertjes gezet. Dat was eigenlijk de eerste keer dat wij samen iets gedaan hebben. Voilà. Meestal was dat Siska die hier langskwam om alles op te halen en zo, die productie deed van dat programma. Maar ik heb zelf dat programma nooit gezien, dus ik kan eigenlijk er niet veel over vertellen. Dus, voilà, ik mocht die karikatuurtjes van die merks van Springel Museum, Tom Boonen. Ik denk dat ik ze allemaal heb gemokt. Dat waren er wel wat. En ik kon mij er wel, als Diane vertelde wat hem nodig had, kon ik mij er wel iets bij voorstellen. Zo.
dat moet zo'n crossing zijn tussen Furby en Tamagotchi. Dat toen, denk ik, die rage van Tamagotchi, die zal toen al, ook al een beetje voorbij geweest zijn. Dat kent iedereen nog wel, denk ik, zo klaar. Machineke dat je moest tijd te geven en dat je er niet op tijd bij wordt, dan ging dat dood. En dat was dan een drama. Ja. En ja, het is daarop geïnspireerd natuurlijk. Hè. En ja, ik heb wat tekeningsjes gemaakt die daar... Dat oranje VS plus een stofje, dat had ik nog liggen. Want het is soms heel moeilijk om het juist materiaal te vinden, omdat er zo weinig winkels zijn die zo die goede plusjes verkopen. Die fabrieken zijn ook allemaal naar China verhuisd, dus dat moet al direct 500 meter pakken als je wilt iets specifiek hebben. Dus ja, daar waren we het vrij snel over eens, zo, dat plusje goed was. En dat is ook lang geleden, dus heel veel herinner ik me er niet meer van wat we toen besproken hebben. Zo. Maar ja, dat is gewoon een heel geestig op. Dat is met van die kleine motorkes, hè, die ze in modelvliegtuigen en zo steken en in drones zitten die vaak ook. Hè. Die servomotorkes, die zijn heel sterk. Je kunt die jaren gebruiken. En die zitten ook in Bomba bijvoorbeeld om die oogstjes en zo in die mond te laten marcheren. Dus ik gebruik dat heel veel. Dat is echt super greef. Ja, er is maar één pop. Ja. Ja. En we hadden ook zo wat verschillende oogstjes. Voor als hem doodging, dat de man de triste oogstjes had en zo. Dus ja, dat is altijd een beetje bricoleren, hè, met poppen spelen op televisie. Dat is zo. Ja. Je kunt veel doen door wat te knippen in de montage en zo. En ik weet dat mijn jongste broer daarmee is gaan spelen, want ik kon die een dag niet. En dat vond ik wel een beetje spijtig, dat ik er zelf niet kon bazen. Maar ja, ik vind dat wel goed gelukt is. Ja, ik weet wel dat ik vond dat hem goed overkwam, dat geloofwaardig was. Het systeemje van dat je er moet voor zorgen... Als je het niet goed doet, dat over een auto, dat is echt Tamagotchi, hè, dat idee. Ja. Ik weet dat dat toen echt een ongelooflijke rage was. Hè. En dat kinderen soms echt ontblijten waren als die dood was. Hè. Ik denk dat je die wel terug kon opstarten, maar dat was heel dramatisch soms dat je dat vergat. Ja. Ja, we hebben ook thuis een Furby nog altijd en die lag op de zolder. En iedere keer als je op de zolder kwam, dan begon die terug te klappen. Dat was ook zoiets raar. Er zit zo een of ander gevoelig mechaniekje in. En als je op de zolder kwam, dan begon die zo'n ding te zeggen. Hè. Dat was ook wel iets grappig, die Furby. Wel een lelijk beestje, vond ik altijd. Van, ja, dan mocht er een beetje cheap uitzien, hè. Dit kwam van toosten, dus moest het een beetje cheap uitzien. Dat was toen toch wel een beetje een garantie voor brol, hè, als het aan toosten kwam in die tijd. Maar dat is grappig, ze hadden ook zo kartonnen dozen gemokt met een foto van dat beertje. Precies of die was zo in productie. En die hangt hier echt ook al 20 jaar in mijn atelier. Die hangt hier al 20 jaar om de muur, oh, eigenlijk. Ja, ja, ja. Er stond ook in het tekstje nog. Hidamari no Tami. En ik ben dat eens gaan opzoeken. Dat wil zeggen desktop griefje of zo, weet. Toeltje voor op een bureau te zetten. Dat was de bedoeling eigenlijk, hè? Dat je het gevoel hebt van, ja, dat is eentje uit de mass production. Hè? Ja. Zo moest hem er ook echt uitzien, als hij dat uit de winkel kwam. Maar ja. Ook, ja, dat was ook heel dramatisch eigenlijk, hè? Als het beestje doodging. Ja, ik vond dat zo straf. Zo'n figuurtje, als je zo'n fantasiefiguurtje in iets gebruikt, dat blijft onsterfelijk eigenlijk. Hè? Veel meer dan een acteur of zo.
Ik was daar heel blij mee, want ik vond dat hij wel heel leuk gespeeld was. En dat hij een toffe rol had ook in die afleveringen. Dat is zot, ja. Maar het blijft wel goed. Allee, sinds dat hij eindelijk de Cowboys gemokt heeft, kan hij ook bij mij niks meer verkeerd doen. Dat vond ik toch nog straffer dan Thailand. Maar ik ben nu voor FC Bergman een hond aan het maken. Een Duitse scheper die moet blaffen, want ze doen dat nu in België, doen ze die voorstelling met een echte hond, live. Maar ze gaan waarschijnlijk ermee nog op reis met die voorstelling. En dan is het vaak zo dat je op de scène geen levende dieren mag gebruiken. Dus ja, dat is wat ik doe. Ik kan niet anders zeggen dat dat een heel leuke job is. Er zijn ook in mijn atelier heel veel popjes geboren die op tv zijn. Lest heb ik nog mogen voor de Bart Scholiers een pop maken voor Fuck You Very Very Much. Ja, de verpersoonlijking van de kanker van Francis. Ja, iedereen dat gezien? Nee, ik heb seizoen 2 niet gezien. Seizoen 1 wel. En Fuck You Very Much. En dan dat beestje zit waarschijnlijk in... In seizoen 2 is dat, ja. Ik heb seizoen 2 niet gezien, seizoen 1 wel. Ik heb het ook niet gezien, maar het klinkt wel iets dat er... Ja, ik wil het nu wel zien. Ik heb dat nog niet opgezocht. Eerst over dat programma dat hij zei, dat hij voor het eerst contact had met Jan Elen. Ik heb een zwaar vermoeden dat gaat over morgen maandag. Ah ja. Ik heb daar een paar afleveringen van teruggevonden. En ik heb daar geen coureurkes in gezien, maar wel effectief karikatuurkes, popjes met karikatuurkes. Ook van alle hoofd, alleen van de presentator nog, dus met Mark Uiterhoeven ook. Hè. Ja. Dus ik vermoed dat het over morgen maandag gaat. Of ze moeten geweest zijn in het Huis van Wantrouwen, maar ik denk niet dat Jan Elen, ik denk dat hij niet zo, dat hij jong voor was. Op de vorige aflevering dat we samen hebben gedaan, hadden ze ook gezegd dat die eerst begonnen samen te werken op dan een sport. Ah ja, dat was echt een sportding. Dat was dan een sportzender, een betaalzender over sport. En dan had ze ook gezegd dat ze heel vrij waren om van alles te doen. En ik denk dat ze misschien zei dat het vooral voetbal was. Maar misschien hebben ze dan ook wel over wielrenners gehad. En daarvoor iets met poppen gedaan. Dat was het eerste waar ik aan moest denken. Maar het kan inderdaad ook gewoon morgen maandag zijn. Ja, dan vind ik er Mark Uiterhoeven moeten opzoeken. Ja, ik... ja, zijn Antwerpse accent vond ik wel geweldig. Het was echt ja. Ja, leuk. Dat vergeet je soms, want normaal praat je met acteurs die allemaal heel hard hun best doen en te spreken. Dus als er dan iemand tussen zit die dat niet doet, dat is heel leuk. Hij heeft mij ook een foto nog gestuurd van die prent die daar nog hangt. Ah, ja. Zalig. Dus die kunnen we ook nog een keer delen op de socials. En heel cool om echt letterlijk binnenin... Het proces te gaan van die servomotorken. Je ziet ze al zoeken naar de stofjes, hè. Ja. Ja. Ja, die servomotorken is voor dat te doen bewegen. Hè. Ja, inderdaad, als je erover nadenkt, die oogstjes lijken heel hard op de oogstjes van Boomba. Hè. Ja. Van de Leslie. Ja, inderdaad. Dus dat is dat, hè. Ja. Voor de rest niet. Ik vind dat grappig, dat is zo net te groot ook, hè. In vergelijking met al die andere beesten die zo... Ja, de Furby is kleiner, hè. Dat kan in chakos, hè. Een Furby. Ja. En dat is ook... rugzak. Ja. Dan kunnen ze nog net wegsteken. Die Leslie zo net niet. Maar die moest waarschijnlijk zo groot zijn, omdat ze dat ook anders moeilijk in beeld kregen. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben het ook over zijn tv-werk gehad, maar heeft iemand van jullie al eens Theater Vervroeg? Gezien? Ja, ik ben aan het denken, wat heb ik daarvan gezien? Ik ben eigenlijk een paar weken geleden nog naar Prins Arthur V gaan zien. Dat was hier in Mortsel. Dat is vooral zijn broer, zeker de theater zelf. Ah, dat zou kunnen zijn. En hoe heet hij? Zijn broer is Mark. Mark Maillard. Ja. Dat ging dan over een klein meisje dat dan wordt ingehuurd om te doen alsof dat ze een pop is voor dan de poppenspeler die dan... niet meer goed kan met poppen spelen. Dus dat moet zij dan doen. Ja, dat is een heel chique voorstelling. Ja, waarom niet? Voor kinderen waarschijnlijk. Vanaf 8 jaar, maar ik vond het toch nog... Allez, misschien is 8 jaar nog jong, maar... Ik heb er ook ooit iets van gezien. Ik ben even door de lijst aan het gaan. En het is de voorstelling die je eigenlijk niet mocht uitspreken van Shakespeare. Aha. Heb ik gezien.
Ik ga hem niet uitspreken. Kijken of mensen het weten. Ja. Ja. Shakespeare heeft één stuk waarvan je de naam niet mocht uitspreken. Nee. En nee, zou ongeluk brengen. En die voorstelling heb ik gezien van Theater Froufrou. Ik heb ooit Theater Top 2 Draken Bestaan gezien. Daar zat ook een pop in. Misschien dat hij dat ook gemaakt had. Het zou zomaar eens kunnen. Ik heb er... nee. Ik heb er geen aflevering van gezien. Voorstelling, moet ik zeggen. Geen aflevering. Gaan we rap keren. Wouter Hendricks heeft ook kort geantwoord. Ja, dus Wouter Hendricks is DJ Alain. Ja, inderdaad. Ze zit in afleveringen Het Feest en Het Einde. Wouter Hendricks heeft gestuurd. Lijkt me een leuk project. En ik wens jullie alle succes. Maar hij zegt dat hij daar niet meer heel veel over te zeggen heeft. Omdat dat zo lang geleden was. En een kleine rol. Ja, dat was ook inderdaad. Hij had niet heel veel. Het is ook al even geleden natuurlijk. Hè. Ja. Hij heeft wel quotes. Maar ja, hij heeft wel quotes, inderdaad. Maar dat zijn wel de quotes die al voor de redelijke insiders zijn. Uit mijn bakken blijven is toch al een... Als je dat tegen... Hoe ken hij mijn naam? Dan moet je het eiland al minstens 2-3 keer gezien hebben. Voordat die... ja. Dus hij heeft wel geantwoord, maar hij wist niet meer heel veel. Nee. Ja, hij is daarna ook nog te zien geweest in Witse, De Helaasheid der Dingen, Yes, Cordon, De Twaalf en Kijk eens op de doos. Veel meer en ook internationale dingen. Hè? Ja, inderdaad. Die is zo wel, buiten Nederland zelf, die zie je soms in buitenlandse producties ook. Hè? Ja. Ja, dat is toch wel een vrij bekende... Ja, acteur, voor mij, kijk eens op de doos. Hè. Ja, voor mij hangt hij daaraan vast. Hè. Ja, en ook, dat is mega, mega niche en niemand gaat dat gezien hebben, maar vroeger als er zondag showsdag op tv, 20 jaar geleden, mijn onkel zat daarin om over wijn te komen praten, die heeft een wijnhandel gehad, en die hebben een spin-off gemaakt in de vorm van een mini-soap, Zummerskonte heet dat, en dat is een heel veel bekende acteur. Hoe heet dat? Zummerskonte, dat was de plaats waar dat was. En wie zijn ze? Renilde de Kleer onder andere zat daarin. Zondag showsdag of je onkel, wie heeft die... Die zat daar mee in, dus die zat in Zondag Showsdag. Ja. En Zondag Showsdag, met Jos Gijzen onder andere, die hadden een serie daarvan gemaakt. En in Zondag Showsdag zijn ook mensen bekend geworden, zoals Piet Huizentruid bijvoorbeeld. Die is ook daar begonnen. En in die serie, Wouter Hendricks speelt daar een kleine rol, maar nog allemaal acteurs die daarna eigenlijk groot zijn geworden. Renilde de Kleer. Sophie de Kleer zit erin. Martin Jonkeren en zo, allemaal pre-familie, inderdaad. Ja. En Wouter Hendricks speelt daar ook een... dat gaat hem waarschijnlijk helemaal niet meer weten. Maar die zit daar ook in, ja. Daar heb ik hem voor de eerste keer gezien. Oké, dan gaan we door naar Sophie Heijens. Ja. Die we kennen als Sophie van aan de Bali. Inderdaad. Die zit ook al in de proefaflevering. Die zit in beide eerste afleveringen van... Seizoen 1 en 2. Ja. Het moment dat Alain wordt geïntroduceerd en het moment dat Bucky wordt geïntroduceerd. Ja. Dan moeten we op voorhand nog iets zeggen of gaan we luisteren? We gaan luisteren, hè. Ja, wel, ik kende Jan of Jekke al wel van daarvoor natuurlijk. Ik was al een tijdje met Lucas samen en we hebben elkaar ook leren kennen tijdens In de Gloria. En woestijn is ja. Maar ik heb na het faillissement van Sabena in 2001, denk ik dat het was, eventjes bij Woestijnvis gewerkt. Een jaartje of zo. Aan de receptie eigenlijk. Nu, dat was niet echt mijn ding, moet ik eerlijk zeggen. Ik was meer met de redacties bezig en alles wat er gebeurde dan het werk van de receptie zelf. Daar was ik niet echt voor in de wieg gelegd. Maar dat was wel heel grappig, want die scène die kwam er eigenlijk een beetje mee overeen met wat ik toen eigenlijk wel meemaakte, zo dagelijks. Dus dat was wel best grappig. Maar op het moment dat die opnames gebeurden, toen werkte ik al niet meer bij Woestijnvis. Dan was ik terug naar de luchthaven gegaan, want de heimwee was te groot. Het enige wat ik graag deed, was dat iedereen naar mijn balie kwam voor een babbeltje. En voor te vragen, zeg, ik heb hier een tekst, ik weet nog... hoe heet hem nu weer al? De man van De Slimste Mens, Erik. Die kwam ook altijd aan mijn balie van, voor zijn filmanalyse in de laatste show. Ja, ik heb hier een tekst. Hey, zou jij daar nog iets in veranderen? Of zou jij dat... Ah ja, oh ja, dat is keigoed. Ja. Oh, ja. Dus dat was echt zo, altijd zo... Die wisselwerking met die mensen vond ik heel plezant. En zo af en toe eens iets doen voor een redactie en zo, dat vond ik heel fijn. Maar zo het werk aan de receptie op zich, nee, dat was niet echt mijn ding.
werkte op de grond, check-in, boarding, zo'n beetje alle diensten op de grond. Dat heb ik altijd gedaan, heel graag. Dus ja, maar ja, momenteel is dat totaal niet meer aan de orde. Ik ben momenteel gids in een museum in Antwerpen. Ik heb cultuurwetenschappen gestudeerd en ik ben nu met een verkorte educatieve bachelor bezig. Dus als je zegt van wat gaan we nog van jou verwachten? Ja, volgend jaar ga ik voor de klas staan. Ga ik het uitleggen. Filosofie, kunst enzovoort enzoverder. Dus dat is mijn betrachting. Maar ik vond het heel tof om met mijn eigen man natuurlijk te kunnen spelen. We hebben nog eens ooit een scène gehad. Dus dat is zo echt wel mijn grote droom, ooit nog eens met Lucas iets heel tof doen. Liefst in een middeleeuwse setting of in een western. We zijn allebei western fans, dus we hebben ooit zelfs een scène opgenomen voor een programma dat nooit is uitgezonden. Het ging over BV's die hun favoriete filmscènes naspeelden. En dat was het productiehuis van Bruno Wijndalen en Jess van Gaver, de Filistijnen. En ik heb daar jarenlang voor gezaagd, voor die scène terug te zien. Dus een scène van Once Upon a Time in the West, in een cowboydorp, met alles erop en eraan. Geweldig, we hebben ons toen, ik weet niet hoe, geamuseerd. We hebben dat nooit gezien. Dus ik hoop dat ik dat ooit aan mijn kinderen kan laten zien, later. Volgens mij is dat ergens verloren gegaan of zo, en durven ze het ons niet zeggen. Maar dat was zo leuk om te doen, ja. Ja. Ik weet nog dat Paul Jambers en Pascal, die hadden dan een scène uit Casablanca dat ze hebben nagespeeld. En zo waren er een aantal koppels. Dus, en voilà, en Lucas is dan zoveel jaren geleden 60 jaar geworden. En dan dacht ik, ja, nu is de moment. Ik had een groot feest georganiseerd. Nu ga ik dat filmpje kunnen laten zien voor al onze vrienden en familie. Ja, nee, toch niet gelukt. Ergens in een cowboydorp in de Kempen. Ik weet niet of dat zelfs nog bestaat. Eldorado heette het, ja. Hmm. Ja. Nee, het bestaat niet meer, zegt Lucas net. Ja, dat was wel fijn. Dus ja, voilà, dat acteren. Ik heb wel wat dingen gedaan. Maar dat is nu toch wel een beetje achter de rug. Ik ben er ook eigenlijk nooit niet echt volledig mee bezig geweest. Ik heb me er nooit niet echt in gesmeten. Ik meen nog wel te kunnen weten dat ik toen net zwanger was. Dus ik herken dat wel, hoe ik mij voelde toen op dat moment. Zo een beetje misselijk, een beetje opgezwollen. Dus ik was net in verwachting, dat weet ik. Ik denk dat dat 2003 was of zo, als ik me niet vergis. Dus dat was eigenlijk best wel leuk, want dat was een manier voor mij om, daar zo, om dat mooi te kunnen afsluiten ook. En om daarmee om te gaan, dus dat vond ik dan eigenlijk wel heel tof. Ja. Dan ben ik hem nog altijd wel dankbaar voor. Dus dan kijk ik met plezier op terug. Op mijn tijd bij Woestijnvis en op die creatieve smeltpot die dat was en nog altijd is. Dus vond ik geweldig, ja. Ja, Sofieke, ja, doet dat eens een beetje... ja, we gaan dat nog eens opnieuw doen. Ja, dat is goed, Ja, plezant. Dat is, zo veel met vrienden is dat dan, hè. Want ja, je kent elkaar en je kent elkaars vrouwen en kinderen en dat is een fijne sfeer. En de camera en het licht en de technici, ja, dat zijn allemaal mensen die dat je eigenlijk al heel je leven kent. Of enfin, niet, toch een lange tijd al en dat is plezant. Voilà, ook met Lucas van den Einde af en toe een klein beetje. Ja, hoorde ik hem nu juist niet. Hoe is het, jong? Ja, de grond aan telefoon. Ja, en ook inhoudelijk hebben we een beetje gemoeid. Ja. Favoriete scène naspelen. Gewoon een tof programma. Tof idee. Had jij een idee? Wat al je favoriete scène uit je favoriete film is, dat ze het willen naspelen? Maar het moet dan ook als koppel zijn. Dan, oh ja, dus dan zitten ook een beetje vast. Of, maar Evie en ik hebben natuurlijk samen ook al een paar mooie scènes gespeeld. Dat is waar. Met alle gevolgen van die. Ja, ik vind dat... Je wilt het al wel op die plaats doen ook, hè. Ja. Mijn droom die er nooit komt natuurlijk, is zijn scènes uit What's Eating Gilbert Grape. Maar dat huis brandt echt af op het einde, dus je kunt dat niet meer spelen. Ja, wordt moeilijk dan, ja. en Back to the Future scènes wil natuurlijk... Die worden veel nagespeeld door fans. Ja. Mm-hmm. Ja. Huldred erheen? Oh. Komt een vraag uit over de blue. Ja, dat komt heel uit over de blue. Ja.
Waarschijnlijk iets van zo de classic, ik ben mega fan van zo de classic Britse romcoms van alles van tussen de jaren 90 en 2005 of zo. Notting Hill bijvoorbeeld. Notting Hill, ja. Love Actually, Bridget Jones, de eerste. Dus Notebook. For Weddings and a Funeral, ja, dat is later, dat is ook Amerikaans. Hè. Ja, Bridget Brits, Jones is ook wel, ja. Ja, zoiets waarschijnlijk. Ja. Ik vond wel interessant dat hij dan achter de balie zat. Dat ze daar echt heeft gezien. Ja, en ook zo dan tijdens In de Gloria Lucas van den Ende heeft leren kennen. En ja. Dan, want dat gaan we dan later nog horen, dat er dan nog een andere partner van... Ja. En dan ja, is ze dan daar gevraagd, enerzijds omdat ze het partner was, maar dan anderzijds omdat ze die ook al kende van achter de balie te zitten. Ja, voor Jan Eelen was dat het. Hey, dat klopte ook dat zij daar zat. Hè. Ja. Hetzelfde gelijk dat je Gomer van Roeselt hebt als lesgever, time management. Ja. Die deed dat ook echt. Hè. Waarom het moeilijker maken dan het is? Hè? Ja, ja van, toch? Zo één, dan weten we wat, we gaan hem zelf vragen. Ja, voilà, inderdaad. Ja. Dan een kort gesprekje die we gehad hebben. Kort en krachtig. Ja, met Dries van Dam. Ja, in de aflevering van Dan Plastiek. Oh, Fred van Kuik. Fred van Kuik. Dus Fred van Kuik, ja. Met veel plezier, dat was eigenlijk heel prettig om te doen. Een prachtig figuur, die Van Dam, dus... En dan de vader, daar heeft het van spijt, dat was plezant al, hè. Ja. Dat was heel tof. Ja, en iedereen goed op elkaar ingespeeld en zo, hè, dat is altijd heel plezant, hè, ja. En dat is al een hele tijd geleden. Maar dat is ongetwijfeld allemaal heel goed verlopen, want ik heb daar echt alleen maar prettige herinneringen aan. Ja, dat was het. Het was een beetje moeilijker dit, om iets los te krijgen. Ik denk dat we hem beter hadden interviewd, gelijk Jacques van Assen. Hadden dat ze naartoe gegaan en ja, dat dan ook wel zo goed zou gegaan zijn. Fred van Kuik kennen we natuurlijk ook wel van... Zo, toch een andere stijl van fictie, vind ik. Gewoon een beetje van alles heeft hij gedaan, hè? Ja, heel breed. Eigenlijk kun je niet in één ding... Ja. Nee, dat is waar. Het meest bekende momenteel zal wel Megamindy zijn, maar... Ja, die heeft in alles gezeten. Hè. Als je films van de jaren 90 en ervoor, zo, Coco Flanel, Panic Stars, Blueberry Hill, die zal er altijd wel eens mee gedaan. Hij zit in amateurs ook. Daar heeft hij een grote rol wel. Ja. En voor mij ook, gelijk jij daar straks had bij Els Olaars, voor mij is dit ook een van mijn theaterdingen. Ja. Musical Pinocchio van 2000 is dit meneer Raoul, die Pinocchio koopt voor zijn circus. Met een aantal hits achter zijn naam. Ja. Ja, en in mijn hoofd luistert Fred van Kuik nu ook constant naar Steve Harley en Cockney Rebel. Hè. In zijn Volvo. Ja. Ja, dan gaan we naar het laatste interview die we nog hebben gehad. Ja, het laatste... Of gaan we nog eerst... Het laatste opgenomen interview. Ja, het laatste interview waar we geluid bij hebben, inderdaad. We hebben ook nog gesproken met Kyoko Scholiers, die jullie allemaal kennen als Fien. En daar zit een klein scoopje in, hè? Een beetje een potscoopje. Ja, inderdaad. Ja. Jan Eelen heeft er op een bepaald moment voor zichzelf een spelletje van gemaakt om zo ongeveer alle partners van de acteurs die al meespeelden met een grotere rol in de serie ook een rolletje te geven. En ik was nu toevallig ook een actrice. Maar in sommige gevallen was dat gewoon, kwam er iemand een soort edelfiguratierol op zich nemen. Iemand die nog nooit gespeeld had, gewoon omdat hij samen is met iemand van de cast. Ik was op dat moment samen met Jeroen van Dijk. We hadden elkaar leren kennen op Studio Herman Teirlinck. En waren al een aantal jaren samen toen Jan Jeroen vroeg voor die rol. En voilà, dus ik speelde ook wel, maar zo ben ik erin gerold eigenlijk. Maar evengoed... Ja, de partners van Wim Obroek en Lucas van den Einde. Ik denk dat zij toch allemaal niet... Iemand van hen werkte bij Leonidas bijvoorbeeld. En ik weet niet wat alle jobs waren, maar velen van hen hadden echt nog nooit gespeeld en stonden dan ook ineens aan de balie van het bedrijf. Of, ja.
Ja, dat was superleuk. Hè. Een beetje een aangevende rol. Hè. Was superleuk om te doen. Vooral hele rare blikken trekken eigenlijk bij de gekke bazen die Sien Eggers en Lucas van den Einde toen speelden. Vooral die heel raar mogen vinden, eigenlijk een beetje mee de blik geven die het publiek op dat moment waarschijnlijk ook heeft. Hè, van wat zijn dat voor figuren? Dat was superleuk om te doen, maar sowieso de hele sfeer op de set. Ja, er werden heel de tijd non-stop grapjes gemaakt. Ik weet dat Bruno van den Broek ongeveer een hele draaidag ook achterstevoren heeft gesproken. En, dus dat was daar echt een hele zotte sfeer om in terecht te komen. Er waren ook mensen van de crew die soms plots ineens een rolletje kregen. Dus dat was allemaal heel los. Het was gewoon heel fijn om te doen. Dat is heel leuk om daar een heel klein deeltje van te hebben uitgemaakt. Dat is super dankbaar. En ook heel grappig dat nu, zoveel jaar later, dat jullie blijkbaar ook nog altijd bij mij terechtkomen. Dat Fien toch ergens is blijven hangen bij mensen, hoe klein het ook was. Want dat ging bij mij over 2 of 3 draaidagen, over de 2 seizoenen verspreid. Dus dat was echt niet veel, maar dat is toch blijven hangen. Ik word er nog altijd af en toe over aangesproken. Dus dat is heel grappig. Ja, ik kende wel vele van hen, door mijn opleiding op Studio Herman Teirlinck, maar ook omdat ik van mijn 15 jaar eigenlijk al wel bezig was met toneel, ook een rolletje had gespeeld in Ten Oorlog, waarin Wim Opbroek bijvoorbeeld mijn man was. Allee, of ik eerder zijn vrouwtje. Een kind koningin was dat ook in de geschiedenis. Zij speelde Richard Deuxième in Tom Lanvas en Luc Perceval's Ten Oorlog. En ik stond dus aan zijn zijde. Dat was ik 15 jaar, 16 jaar. Lucas van den Einde zat ook in die voorstelling. Dus ja, ik kende al een hoop mensen eigenlijk wel van ziens, van mee te spelen, van op café eigenlijk, door er zo wat in te rollen. Ja, dus ik was daar wel op mijn gemak, direct van dag 1. Ik ben op dit moment naast mijn theaterwerk bezig met een tweede jaar in de filmopleiding. En op dit moment eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een eerste eigen kortfilm. Dus een beetje een switch, maar ja, goed, het is nog altijd. Wat ik sowieso nog meer dan spelen ben beginnen doen de laatste 10-15 jaar is schrijven en regisseren zelf, maar dan vooral gericht op theater. En nu wil ik dus beide graag een beetje doen, hè. Ook voor film en tv kunnen schrijven en regisseren. Dus, ja, dat was het scoopje. Ja? Dat was het liefje van Jeroen van Dijk. Ja, sorry, toch wel liefje. Die zijn toch een aantal jaren samen geweest, dus dat was toch wel serieus, denk ik. Ja. Nee? Ja. En zij is waarschijnlijk de actrice die ook vermeld wordt in aflevering 40 van ons. Degene tegen wie dat Jeroen van Dijk dan zoiets avonds zei van amai, die Ann Miller die vloog er wel nogal in. Maar dan had ze toch in elk geval wel wat context. Haar theaterwerk, ik heb dat, dat is nu heel lang geleden. Dus het is 5 jaar geleden dat ik de aflevering maakte waarin dat Kyoko Scholiers werd besproken, omdat Fien voor het eerst in beeld kwam. Ik heb dat toen opgezocht. Uiteindelijk heb ik nog altijd niks van haar werken gezien. Maar haar theaterwerk is altijd even heel speciaal, maar zeer interactief en met installaties en zo. Dat is nooit gewoon een toneel of zo. Mm. Dat is altijd vrij gedurfd eigenlijk ook een beetje, want uiteindelijk moet je een drempel over om naar zoiets te gaan kijken. Hè. Ja, dat is al is geen instaptheater. Nee. Zwaar. Mijn boy, haar werk had wel veel, kreeg veel aandacht. Ik had het uiteindelijk ook niet gezien over... Ik denk kansarme kinderen dat dat ging. En nu blijkbaar gaat ze ook filmschrijver doen. Wat als ze wel in de tussentijd, tussen 5 jaar geleden en nu, heeft ze nog 1 grote rol gehad op tv. En dat is namelijk de vrouw van Philippe Geubels. Ja. En Geub. Inderdaad. Plots, want ik zie haar weinig. Ja. Ik weet dat ze toen, ze is dus van dezelfde lichting van Studio Herman Teirlinck als Jeroen van Dijk, Rick van Geel. Hm. Ook die noemt hij Benny van het geslacht Pauw. Die is een voornaam, is ook Benny, hè? Die noemt ook echt Benny, ja. Ja.
En nog eens, hè, dat was wel zo een lichting die plots allemaal vrij in beeld kwam. Ja, en dan uiteindelijk zag ik ze niet zo heel veel. En dan in Geu plots had ze echt een mega rol. Dat was goed, maar dat kreeg niet... Het was ook een beetje raar, wel, die serie. Ah, ja. Dat was zo... dat zoiets was lag de pauw weg, maar het was veel gelekter zo. Mm. En wat dat een beetje een rare combinatie is. Ja, ik wil ook een beetje dieper ingaan op het feit dat Jan Eelen probeerde alle partners. Ja, juist, daar moet je nog eentje... Ze zei het dan ook, Wim Oproek, de partner van Wim Oproek. Ik heb dat gecheckt bij de manager van Wim Oproek, niet bij hemzelf. En die ontkracht dat. Ah, die zegt dat de vrouw van Wim Oproek zeker niet in het eiland zit. Of ze het zou haar heel erg moeten ontgaan zijn. Hm. Dus ja. We kunnen dan nog een keer aan Jan Eelen ook nog vragen. Ja, of, dat ja. Een, of dat die theorie of effectief dat klopt. Ergens hè? Een keer dat in de kast kijkt geweest. Of zo, maar... Ja, en dan ja, natuurlijk Alice Reis, partner van Tom van Dijk. Ja. Nu hebben we ook nog Sophie Heijens. Sophie Heijens, die hebben we nu gehad. Ach, en Lucas van den Eijlen. Ja, dan hebben we Jan van Loveren en noemen ze Els Beat. Ze zitten er ook allebei in. En nogthans... Die toen ook al een koppel waren. Philippe Peters zit er niet in. Philippe Peters zit er niet in. Dat is een vraag die we opschrijven. Hè. Ja, en dan wie zou Philippe Peters... eventueel gespeeld kunnen hebben in het eiland, wil ik aan jullie vragen. Hij zou eigenlijk de Wim... Hè? Man van Boekske. Man van ik Boekske. Was exact hetzelfde aan het denken. Dat zou hij kunnen. Ja. Dat had gekund. Ja. Dat zoek ik direct. Ja, want hij was ook was zo wel een... vrij bekend. Ja, dat was... Gaat dat, in welke zin gaat dat afleiden als je... Misschien een te grote acteur voor de rollen die er nog waren. Ja. Ja. Maar als hem zo, ik weet niet hoe zijn Amerikaans accent is, maar Hasselbanks. Ja, er zijn wel maar een paar zinnetjes die kon in principe dan... wel. Ja. Maar voor hetzelfde geld zit het er ook gewoon niet in, omdat die dingen te doen hadden. Waarschijnlijk, ja. Zullen we aan Jan Het is wel raar inderdaad waarom dat Philippe Peters er niet in zit dan. Maar die had misschien inderdaad betere dingen te doen. Ja. Hij deed toen Recht op Recht, hè? Ah, was dat toen nog? Of was al gedaan? Zijn. Ja. Goed, dan hebben we nog één interview. Ja, inderdaad. Dat is een schriftelijk hebben ontvangen. Ja, een schriftelijke inzending van Warre Borgmans, Rick Nallaert. Die in verschillende afleveringen zit. Een bewogen dag, de dag des oordeels. Een nieuwe wind, de NV Dreds, Leslie en het einde. En die we ook kennen van dingen als Windkracht 10, Blinker, Het Peulengaleis en Toy Story. Hè? Maar dat voor mij toch altijd een klein beetje, is dat toch altijd een klein beetje Woody. Ja, veel meer, hè? Warre Borgmans. Veel meer, maar dat is het eerste dat ik van hem heb meegekregen. Ja. Voor mij is Peulengaleis. Dat is... Ja, ik ben echt opgegroeid met Toy Story. Toy Story is uitgekomen in mijn geboortejaren, dus ik heb daar heel veel, ik heb dat heel vaak gezien. Ja, ik vraag me af wat ik hem het meest aan denk. Ik weet het eigenlijk niet. Of ik zo'n vaste. Dat ik zo'n ene vaste heb bij Warre Borgmans. Ja, een Blinker ook wel, eigenlijk. Ja, dan misschien zal het ook Blinker zijn. Hè? Mm. Heel veel dingen. We moeten zijn interview nog. Inderdaad. We hebben hem ook gevraagd hoe Jan Eelen bij hem terechtgekomen is. En daarin vertelt hij ons dat de rol oorspronkelijk voor Jean Bervoets bedoeld was. Dat die onverwacht niet kon en dat Jan zo bij hem terechtgekomen is. Ik kan me voorstellen, als je gewoon puur aan uiterlijk denkt, wie komt er dichtst bij Jean Bervoets? Die lijkt daar toch niet op? Heel snel, qua type zo. Qua lichaams... Ja, qua genre. Alhoewel dat hij dan niet gewoon Philippe Peters heeft gevraagd. Ja, dat was Nallaerts, dan een... Dat is toch ook op de uiterlijke... Ja. Ik kan me nu Jean Bervoets niet inbeelden als Nallaerts. Dat blijft... Dat nu Warre Borgmans is voor mij wel echt. Maar ja... hij zegt ook dat het door de juiste en strenge visie van Jan heel fijn was, heel prettig was om te doen. Ik kwam uiteraard in een goed geoliede machine terecht met allemaal kanjers van acteurs. Kan ik me ook helemaal voorstellen. Hè? En hij zegt ook, ik word nog regelmatig door mensen op de rol aangesproken. Zeer fijne herinnering. Ja, zou het al gewoon zijn bekendste zijn dan? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ook wel theater, ook wel veel. Ook veel theater, hè. Ja. Ik heb...
Ik heb het gevoel dat ik Warre Borgmans, dat er een periode is dat hij elke dat je die altijd wel ergens zag. Ja. Ja. En op de vraag of we naar iets kunnen uitkijken waar hij nu mee bezig is, zegt hij, leeftijdsgewijs ben ik met pensioen. Ik deed net de musical Gaston en Leo bij Backstage en werk momenteel aan een liedjesprogramma met een strijkersensemble vertrekkende van de liedjes van Jules de Korte, Nederland, vorige eeuw. Ik ga aan projecten werken met acteur Tom Ternest en Dimitri Leu. Dat is ook familie, hè? Geloof ik, hè? Ja. Wie? Ja. Dimitri Leu. Ja. Van Warre Borgmans. Een neef, ja. Denk ik. Nee. Dat is een neef, ja. Ja. Ja, Dimitri Leu is voor mij, hij blijft van eigen. Hè. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. En dan zijn we erdoor, maar we hebben nog één belofte. Ja, Alice Reis. Nolleke. Nolleke wil ook meewerken met ons, maar ik vermoed dat we dat gaan koppelen aan de aflevering met Tom van Dijk. Hè. Die we nog niet aangekondigd hebben, dat gaat normaal gezien hierna de volgende zijn. Ja, ja. Dus door wat onvoorziene omstandigheden hebben we dat moeten uitstellen. Maar hij komt eraan, er is een nieuwe datum geprikt en daar gaan jullie nog wel over lezen. Ja. En dan misschien, of nee, niet misschien, zeker toch nog een aantal honorable mentions van de mensen die we helaas niet meer hebben kunnen bereiken. Toch een kleine in memoriam rubriek van de mensen die er niet meer zijn, hè. Ja, dus er zijn een paar mensen die... Ja, eigenlijk is dat... Ik vind het raar om te zeggen, een heel klein aantal voor een serie die zo lang geleden is. Ja, dat is waar. Maar toch een paar mensen die er niet meer zijn. Die toch ook een rol van betekenis op zijn minst waren voor absoluut, het eiland. Absoluut. En de eerste waar dat iedereen allemaal aan denkt, is uiteraard Mark van Eeghem. Ja. Die niet alleen het eiland legendarisch heeft gemaakt. Maar heel veel andere dingen ook, hè. Ja. Eén ding dat ik nog niet verteld heb over hem, dat ik van mijn zus weet. Mijn zus heeft een tijdje op sets gewerkt. Ook onder andere met Mark van Eeghem. En ze zegt dat dat echt een gangmaker was. Ah. Dat altijd zo, ik weet niet, dat altijd luttig was wat dat hij was. Ik ken dat, zijn dan zo'n paar groepjes. Ja, ja. En bij ene is het leukst. En dus altijd was Mark van Eeghem daarbij. Zo'n beetje de blijkbaarheden die... Nee, op de set, tijdens het niet filmen, vrij sociaal en vrolijk was en de groep nogal rap meetrok. Ja, de volgende die we ook nog even herdenken nu is Bob van der Veken. Die we vooral kennen als Tienpont natuurlijk, maar in het eiland kennen we hem als Julien, de schoonvader. Ja, inderdaad. Verdonkt, juist. Ja. De CK. Ja, ja, ja. Ja, hetgeen dat ik van hem mij herinner nu, het laatste dat ik nog gezien had, was toen dat Kampioenen 2.0, nee, de Collega's 2.0, die film uitkwam, dat ze hem hadden in de studio bij Ter Zaken of zo. En zat er zo een paar oude, ja, hij is vooral de baas en collega's ook, hè, en een klein rolletje in het eiland. Ik vermoed dat Jan Eden ook wel een klein beetje bewust nog een knipoog naar de collega's wilde doen, buiten Jean. En in het interview van Ter Zaken, hij ging zo heel de tijd mee in dat interview en op het einde zei hij dat dit een slechte film is. Zal dat niet moeten maken, jongen. Ja. Ik heb hem nooit gezien, dus ik kan daar geen oordeel over. Nee, ik ook niet. En dan degene die eigenlijk doorheen de protpot, door vooral gasten, het meest van al bejubeld is geweest. Ja. Iemand met twee rollen voor het eiland. Hè. Iemand die achter de schermen de grimeur was. En die ook Hans op het einde in een van de laatste shots nog een keer even komt als Ad Hoekstra. Ad Hoekstra. Ja. Dus Appie Gorter. De man met de pruiken. Mm-hmm. De man die verantwoordelijk is voor alle kapsels van In de Gloria en het eiland samen. Dat is blijkbaar een mega klein autootje vol met pruiken. En echt, die gast was van Friesland. Die was niet gewoon van Nederland, hè. Die was van Friesland. En die reed toch over en weer, blijkbaar, iedere dag. Zot. Amai. Ja. Ja, die is er ook niet meer. Dan Ted Fletcher. Ted Fletcher, ja, de Amerikaan, Hasselbanks. Hasselbanks. Daar heb ik ook dan nog een... ja, dat was dan wel spijtig. Ja, heel veel afleveringen geleden, jij was er altijd zeker nog niet bij, Evie, had ik Jonas Govaerts, of Jonas Govaerts, ja, noemt hij zo,
Zo die de bekendste B-filmmaker van... Ah, ja, ja, ja. Heet hij zo? Heet hij zo? Ja, Jonas Govaerts. Hij heeft hem vermoedelijk ook wel al gehad, van Welp. Ja. Die, Ted Fletcher, die zat in Super 8, in een aflevering. Ja. Ja. Dat hij met Tim Milland heeft gemaakt. Maar hij heeft samen met Jonas Govaerts een grotere webserie gemaakt rond die een band. Ja, toen had ik het erover. En dat vind ik nog altijd heel jammer. Ik heb dat interview niet opgenomen. Dus ik heb dat dan toen puur uit herinnering. Ja, dat was mislukt. Dus Jonas Govaerts zelf zit niet in de protpot. Terwijl hij wel eens wat meegewerkt. Maar ja, daar kreeg ik wel een heel uitgebreide biografie van Ted Fletcher. Die wel in het echt helemaal niet zo'n Hasselbanks was. Die was helemaal anders van karakter. En dan nog ene naam die ik te weten, die ik een keer zag passeren. Dat is een editor, Johan Leysens. Die ook wel eens komen te overlijden. Een paar jaar geleden. Iemand die bijna alles van alle... producties van Woestijnvis wel, heeft hij wel aan meegewerkt. Ik denk dat hij vooral De Mol, dat zijn grote ding was. Ja. Maar die staat ook in seizoen 2 in de credits van het eiland. Dus ja, die is zo, op zijn IMDb, wat Riek nu zit te bekijken, staat het eiland niet, maar hij komt wel degelijk in de aftitelingen. Ja. Dus die mensen... hebben we niet meer kunnen vragen en hebben we bij deze een klein eerbetoon nog een keer gegeven. Inderdaad. Dan Tom van Dijk hebben we bij deze al aangekondigd. Inderdaad, dat hij komt. Ergens in juni. En daarop volgend, vrij snel daarachter normaal gezien, komt ons afsluitende aflevering met Jan Eelen. Ja, inderdaad. Kijk ik ook echt naar uit. Allebei nog. Allebei zijn dat wel namen dat ik denk... Ja, die wil ik heel graag gewoon nog. En voor Jan Eelen hebben we een hele lijst vragen. Hè. Inderdaad. Vragen. Ja. Heel veel vragen. Heb je er genoeg tijd voor uitgespaard? Ja, dat wonen lang na. In de vorige was... Maar het is zowel... Het is terug. Het is bijna... Normaal gezien is ons interview bijna dag op dag, 3 jaar later, van ons interview met Eline dat ik gedaan heb toen. Dat is ook weer op een van de langste dagen van het jaar. Dus... Ja, dat komt goed uit. Oké, ideaal. Dat voelt dan wel ook gelijk dat het niet op later wordt. Ideaal. Dat was de eerste aflevering van de podcast dat ik ooit geluisterd heb. Ja, ik weet dat nog. Jij hebt mij juist rond die tijd gevraagd voor een nieuwe podcast, maar je vroeg mij als co-host van de Zero Waste podcast en je wist niet dat ik nog een andere had. Nee, ik had wel geluisterd naar de... Nee, op het moment dat je mij vroeg. Ik niet. En tegen dat ik in de podcast zat. En daar was ik helemaal mee weg. met de pretpot. Ja. Ja. Goed, dan denk ik dat we deze hier kunnen afronden. Ik hoop dat we toch een mooie samenvatting een beetje hebben kunnen geven. Of we hebben dat niet zelf gedaan, de mensen zelf hebben dat merci allemaal. Heel erg bedankt. Maar jij ook, Rick. Ook aan Rick, zeker weten. Zeker weten. Mensen interviewen, merci. En dan zien we jullie terug binnen. Toch een aantal... Een week of drie. Zullen we er zijn met het interview van Tom van Dijk. In de tussentijd volg ons op de sociale media, dat kan nog altijd. Maar luister ook naar de podcast. Graag, heel graag. Kunnen ze ook op YouTube volgen. Daar hebben we ook leuke content en die afleveringen staan er ook op. En je kunt nog altijd ons steunen door een t-shirt te kopen. Hè. Ja, inderdaad. Dat zijn leuke full-color t-shirts. Die kunnen we al vinden via onze gegevens, via onze show notes of zo. Ja, zeker. En ook via de Instagram. Oké, dan sluiten we het hier af. Hè. Ja, tot de volgende. De volgende. Dag.